Dames en heren, allemaal hartelijk welkom in deze raadsvergadering. Voor de raadsleden geldt dat, voor het college. Nog niet helemaal compleet, maar dat gaat ongetwijfeld zometeen gebeuren. Voor ambtenaren, publiek, een ruime getale opgekomen vanavond. Vanwege mooie onderwerpen op de agenda. En uiteraard ook de pers, allemaal hartelijk welkom. Het is een wat bijzondere avond, moet ik zeggen. U komt eigenlijk op een heel mooi moment in deze raadzaal. We hebben hiervoor een besloten raadsvergadering gehad. En het is het moment om daar iets over mee te delen, ook in publieke zin. Onderwerp was namelijk de aanbeveling tot herbenoeming van onze burgemeester Noten als burgemeester voor onze gemeente voor de komende jaren. Sinds 2011, 1 februari, is hij onze burgemeester. En een ambtstermijn duurt normaal gesproken 6 jaar. En als u dat even optelt, dan komt u 2017 uit. En dat betekent dat van tevoren ook in die zin een besluit genomen moet worden over een eventuele herbenoeming. Daar hebben wij over gesproken. En het is denk ik goed om dat besluit wat genomen is in die vergadering ook aan u mee te delen. En als dat een beetje zou willen, dan kunnen we dat op deze manier zien. Want er is een raadscommissie aan het werk geweest. Die heeft een aanbeveling tot herbenoeming gedaan voor de burgemeester. Een mooi rapport gemaakt, gedateerd op 31 augustus dit jaar, vrij recent. En het besluit wat genomen is, dat staat daar precies onder. En dat wil ik graag toch even met u lezen. En daar staat dat gelezen het voorstel, dat de raad heeft besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen om de heer HCP Noten voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester van Dalfsen met ingang van 1 februari 2017. Dat besluit is genomen en bekrachtigd door de raad, zojuist. En daarmee willen we ook op dit moment burgemeester Noten van harte feliciteren. Het is een markant moment na zoveel jaar. Maar het is ook een moment waarbij wel even belangrijk is van wat het betekent. Want de positie van de raad is natuurlijk een beperkte in ons hele democratische bestel, zou je kunnen zeggen. Het is wel een hele belangrijke, dat zou je wel mogen zeggen. Maar tegelijkertijd, het is niet voldoende. Want deze aanbeveling die gaat naar de commissaris van de Koning. Die gaat vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken. En die zal een concrete voordracht doen. En uiteindelijk is het onze koning die daarover beslist. Nou, als u even rondkijkt in deze zaal, dan is het duidelijk dat die koning al enige tijd meekijkt over de schouders. En wat dat betreft denk ik dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar uiteindelijk moet het besluit nog wel genomen worden. Ja, en het is toch wel goed om even te memoreren dat onze burgemeester de afgelopen jaren zich sterk heeft gemaakt voor een liedje voor Dalfsen. Eigenlijk een beetje het Dalfsen volkslied, Dalfsen mijn liefste. En het is natuurlijk wel bekend dat hij zich niet helemaal op de achtergrond heeft gehouden als het volgens mij gaat over die tekst. En Dalfsen mijn liefste, dat is natuurlijk toch ook wel echt een uitspraak van onze burgemeester. Als je nou ergens burgemeester wil zijn, dan moet je in Dalfsen zijn, toch? Nou ja, je zou kunnen zeggen, de raad heeft uitgesproken van burgemeester Noten, onze beste. Dus wat dat betreft, heel erg mooi dat we dit besluit hebben kunnen nemen. En we gaan ook kijken van hoe dit verder in het proces gaat lopen. Maar dat zien we met vol vertrouwen tegemoet. Hartelijk gefeliciteerd. Misschien wilt u daarop reageren, ook in deze publieke samenstelling, meneer Noten. Voorzitter, ja, ik heb het net ook gezegd. Ik vind het mooi om dit nog een tijd te mogen doen. En u maakte de raad wel heel klein juist net. Maar de raad is wel het hoogste gezag binnen deze gemeente. Maar ze kan die dingen in een eentje beslissen. Maar ik ben wel van uw goedkeuring afhankelijk, laat ik het zo zeggen. En ik ben blij met het vertrouwen wat u heeft uitgesproken. Ik hoop ook dat ik dat waar maak. Ik heb al eerder gezegd, ik vind het prachtig werk. Ik weet dat ik het niet altijd goed doe. Het is ook best ingewikkeld werk eigenlijk.
om het goed te doen in de goede verhoudingen. Soms maak je de ene blij en gelijktijdig de ander niet. Het is een beetje inherent aan het soort bestuurlijk verantwoordelijkheid dat wij hebben met elkaar. En de belangrijkste reden, los van het feit dat ik het mooi werk vind, is misschien ook omdat ik het in zulke plezierige verhoudingen heb kunnen doen in de afgelopen paar jaar. Zowel met de raad als zeker ook met het college. Dus ik wil u bedanken voor de wijze waarop u zorgvuldig, in mijn ogen, het hele proces heeft vormgegeven. Ik voel me recht gedaan. Niet alleen maar in die afgelopen maanden, maar in die afgelopen 5,5 jaar. En ik hoop dat we elkaar kunnen blijven vinden, op het scherpst van de snede soms. Met persoonlijk respect. En als het kan, ook nog met een beetje vriendschappelijkheid. Dus ik dank de raad voor haar vertrouwen. En ik ga nog graag een tijdje door. Dank u wel voor uw woorden. Dan is er nu even een intermezzo. Ik ga zo meteen de vergadering even schorsen. En hoewel u hier net plaats hebt genomen, wil ik toch voorstellen dat we even naar de foyer gaan om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. En vervolgens ook de gelegenheid geven om felicitaties over te brengen aan onze burgemeester Noten. Want hoe je het ook wendt of keert, dit is natuurlijk altijd spannend, hè, dit soort vergaderingen. En misschien dat u denkt van nou, dat is geen verrassing wat eruit gekomen is, maar het blijft spannend. En daarvoor wil ik graag nu een moment schorsen. En in de schorsing zal ik ook de vergadering qua leiding overdragen aan de heer Noten. Want we hebben nog zo'n kleine 1000 pagina's aan stukken te behandelen in de komende vergadering. Dus even een kort moment schorsing voor een kopje koffie en thee. En dan gaan we over 10 minuten, kwartiertje. Om 8:30 gaan we weer door. Ja? En bij felicitaties horen uiteraard bloemen. Dames en heren, ik open de vergadering. Dit is echt een nieuwe vergadering, een openbare raadsvergadering. En met excuus aan de publieke tribune, u kwam hier voor iets heel anders. Maar dit moest ook gebeuren. En voor u misschien niet zo belangrijk, voor mij wel. Dus in ieder geval, ik ben blij dat het goed gegaan is, laat ik het zo zeggen. En ik heb het net, geloof ik, ook gezegd. Ik ga graag nog een tijdje verder. Daarmee heb ik de agenda geopend. De heer Ramaker van Gemeentebelangen heeft zich afgemeld. Die is afwezig. Spreekrecht voor burgers. We hebben een aantal aanmeldingen. 4. En ik neem ook aan dat een heleboel mensen op de agenda met name vanwege dat daarvoor gekomen zijn om daarna te luisteren. Ik moet de insprekers er wel op wijzen dat het echt zo is dat er 5 minuten voor staat. En ik weet dat het een heel belangrijk onderwerp is. En ik weet ook dat het heel ingewikkeld zal zijn om in de 5 minuten te doen. En als u er 10 of 20 seconden overheen gaat, dan ga ik echt niet nadoen. Maar als u het best doet, dan probeer ik ruimhartig te zijn. En laten we het zo zeggen. Maar ik vraag u echt toch binnen de kader van de tijd te blijven, om daarop te mikken. En dan zou ik als eerste willen uitnodigen de heer Makkinga over het onderwerp huisvesting, vergunninghouders, locatie Ruitenborgstraat. Meneer Makkinga, mag ik u het woord geven? Voordat we beginnen, even een correctie op de voorgaande voorzitter. Die gaf aan dat hier zoveel mensen zaten, omdat wij hier vanavond heel veel stukken te bespreken hebben. Maar ik wil hierbij toch even aangeven, voordat mijn tijd ingaat. Ik zou eens willen weten hoeveel mensen hier nu zitten die alleen geïnteresseerd zijn in de manier waarop gemeente Dalfsen omgaat met de omwonenden van alle locaties van statushouders. Dat wou ik echt wel eens even weten, zodat jullie toch een indruk hebben van wie hier nu voor welke agendapunten zitten. We zitten hier niet voor het koude budget, hamerstukken. Wie zit hier allemaal voor de statushouders? Dat is wat u aangaf, dus de overgrote meerderheid. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is in deze. Zeker gezien het aantal sprekers wat u hier vanavond hebt. 4 stuks zelfs. Voor mij is dat een unicum voor Dalfs. Maar ik heb van u, die meneer naast u, Joost, heb ik 6 minuten gekregen. Dus ik denk dat we dat eerst maar eens aanhouden. Meneer Makkinga, het zijn er echt 5. En ik heb echt zullen we afspreken dat nu de spreektijd ingaat? Want anders worden het er misschien wel. Na het geweldige succes van afgelopen vrijdag, Dalfsen heeft groen gewonnen voor de groenste
kleine stad van Europa, vinden we toch dat het juryrapport enigszins moet worden herschreven. Dan wil ik met de volgende punten toekennen aan veiligheid. 0 punten. Waarom 0 punten? Tot op dit moment heeft de heer Noten, want hij heeft de veiligheid in zijn portefeuille, nog bij geen enkele locatie laten horen, zien of hoe dan ook maar, is er budget voor extra politie? Is er extra FTE? Hoe lang is de aanrijdtijd? Waar moeten ze vandaan komen? Noem maar op. U hebt nog op geen enkele manier bij welke locatie ook maar aangeven hoe de veiligheid gewaarborgd is. En dat is uw portefeuille. Dat zit in uw portefeuille. U verschuilt zich vaak achter het feit, ik ben geen partij in deze, maar er is voor mij bijna net een burgemeester herkozen. En u bent het gezicht en niemand anders. U schuift alles af op Maurits, maar u bent het gezicht. Daarom zou ik ook met klem alle locaties willen verzoeken, voordat wij überhaupt verder gaan met welke werkgroep dan ook, dat eerst het punt veiligheid persoonlijk op alle locaties door meneer Noten nader belicht is. En echt uit de doek is gedaan hoe en wat. Wij krijgen als werkgroep, worden wij verzocht om maar meteen aan te geven waar willen wij de chalets hebben. Maar pas op, er moet wel 5 meter tussen zitten. Betreffend, het gaat over veiligheid van de bewoners. De veiligheid van de omwonenden komt totaal niet te sprake. Nog geen enkele keer. En dat is toch zeer vreemd. U hebt dat in de portefeuille. Nou, nogmaals, ik zou met klem willen verzoeken. U zorgt eerst dat dat voor elkaar komt. Dan gaan wij verder met het indelen en inkleuren van de plaatjes. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En daarom begin ik er ook mee. Dan hebben we de duurzaamheid. 0 punten. Waarom 0 punten? Er zijn andere mogelijkheden. Je haalt een heel gebied met een hoog landschappelijke waarde totaal overhoop. Je haalt de ziel eruit. Je haalt de ziel bij ons uit de straat. Maar er zijn andere mogelijkheden. Er is Maurits alternatief aangeboden. Er is jouw andere grond aangeboden. Ga je niet op in. Enkele jaren geleden heb je een brief rondgestuurd waarin je verzoekt aan allerlei gemeentes, kom ons helpen. Er is jou een locatie aangeboden. Je weigert gewoon om er überhaupt maar op in te gaan. Je hebt er helemaal niets mee gedaan. Wat voor beeld komt hieruit naar voren? De gemeente Dalfsen zegt gewoon overal nee tegen. Als je als burger of inwoner meedenkt, het is gewoon nee. Het heeft geen nut. En dan hebben we het over participatie. De ombudsman, die heeft ook aangegeven, want dan komen we op het volgende punt, communicatie, 0. Waarom? De gemeente communiceert gewoon niet. Je hebt totaal, zolang je hebt inspraak, wordt er gezegd, maar zo gauw je iets zegt van tegenspraak, krijg je een intimiderende mail van de gemeente terug. Alles wat nu gebeurt, is voor rekening van. En de consequenties heeft u maar te aanvaarden. Op dergelijke manier communiceert de gemeente met haar inwoners. Ik wil nog even terugkomen op het punt duurzaamheid. Er zijn andere oplossingen. Ga gewoon 15 bungalows huren op Gennep. Die staan al jaren te koop en al jaren leeg. Want er is hier sprake van een bottleneck. Het is niet zo dat het over 2, 3 jaar nog zo is. De instroom die daalt van 60.000 naar 12.000. Je gaat met 80% naar beneden. Die bottleneck zal straks ook totaal anders liggen. Ik snap echt niet dat de gemeente gewoon dat niet inziet. Het moet en het zal, en ik blijf het plan Noten noemen. Ik heb dat u in een persoonlijk gesprek ook gezegd. Ik blijf het plan Noten noemen. Want u op 26 november 2015 in de Stentor hebt u het een en ander gezegd over het COA. U hebt het tot de grond toe afgebrand. En u vindt dus nu gewoon dat u gelijk moet halen. Dat zit erachter. En waar u ook mee schermt, ik doe dat op aangeven van de raad. Er is mij een brief gestuurd. U hebt het over de brief van 14 september 2015. Die brief wordt totaal uit zijn verband gerukt. Ik ben bij een fractie geweest die hier aan tafel zit. Die zeggen ook, daar klopt helemaal niets van. Heer Noten trekt die brief totaal uit zijn verband. En ik denk dat u zich dat behoorlijk moet aantrekken, want u hebt nog een volgende termijn te gaan. En die partij hebt u hard nodig. Zeker weten. Dan hebben we het over groene gemeenten. 0 punten. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Ik denk niet dat in het juryrapport dat iemand van de jury ook maar heeft geweten wat daar staat te gebeuren. Ja, er staat op een gegeven moment, dat is trouwens ook een toppunt, Maurits gaat namens de hele gemeente Dalfsen gaat hij bedanken, de jury bedanken. Denk ik, dat is op hetzelfde niveau als dat Rutte, Albert Verlinde bedankt voor 15 jaar boulevard. Ik denk, ja, wat slaan die dingen echt? Elke keer wordt het beeld geschetst dat hier, dat Maurits en u spreekt namens heel Dalfsen. Maar dat is niet zo. Communicatie, heb ik gezegd, 0 punten. Daar krijg je als omwoner hetzelfde gevoel bij. Echt een pubergevoel krijg je erbij. Pubers die spreek je aan, ze horen je aan, maar luister ook maar. Dat zit er gewoon niet in. En in dat gevoel heb je nu ook, je bent totaal machteloos. Gemeenschapsbeleving 0. Ik ben op diverse locaties geweest, u niet. U hebt niet echt met uw beide benen in de klei gestaan van hoe ziet dat er hieruit? Hoe gaat dat straks? Als die chalets daar staan, hoe ziet dat eruit? U hebt geen idee, maar u hebt gewoon dat plan in het hoofd en dat zal en dat moet gebeuren. Maar daarentegen, ja, waar hebben we het over? Bestuurlijke vaardigheid. Daar zou ik toch rustig een 10 willen geven. Want wat voor principe hanteert u?
verdelen heerst. En dat zal waarschijnlijk ook in het communicatieplan staan. Want er ligt, ja beste mensen, er ligt ergens een communicatieplan, ergens in de la. Daarin staat vooral wat je de burgers niet moet vertellen. Waar gebeurt zoiets nog meer? In Rusland. Poetin acteert op dezelfde manier. Die zegt gewoon van, dit gaan we het volk wel vertellen en dat gaan we het volk niet vertellen. En het communicatieplan, dat ligt er. Maar ik zou hem wel eens graag in willen zien. Verder hebben we natuurlijk nog het hele gebeuren persoonlijke PR. Daar zou ik ook een 10 voor willen geven. Want onze verantwoordelijke wethouder, waar u telkens alles naartoe schuift. Maurits, ik heb je toen in de trefkoel de vraag gesteld over het hele gebeuren Tweede Kamer. Heb je of je verkiesbaar had gesteld? Je gaf daar geen antwoord. Je kreeg een hele gezonde boerenkleur. En ik kreeg antwoord van de gespreksleider. Wat natuurlijk buiten echt respectloos was. Ik had van jou antwoord verwacht. Vervolgens zit ik bij je. Heb ik een persoonlijk gesprek met je. En dan zeg je dat je niet gekozen bent. Vervolgens verschijnt er wel een tweet van je bent op plek 45 kom je te staan. Je lanceert een heel charme-offensief om maar 16.000 voorkeurstemmen te krijgen. Ja, dan denk ik, ja, en je hebt me netjes een mail gestuurd waarin de afwijzing staat. Maar dan nog, je bent gewoon echt voor je eigen cv nu bezig. En ik vraag me hardop af of je echt wel bezig bent voor het belang van de omwonenden van de alle locaties waarop die statushouders gevestigd moeten worden. Hoeveel minuten heb ik nog? U bent er nu 2 overheen. Nee. Jawel, echt. En, maar ik ben echt ruimhartig geweest. Ik wil even campagne voeren voor Maurits. Maurits, mijn stem heb je. Maar dat is dan tot slot? Ja, dat is tot slot. Maurits, mijn stem heb je. En je snapt zelf wel waarom. Ja? Mijn voorkeurstem heb je echt, jongen. Echt. Ik ken je al 35 jaar. Maar dit gaat alle. Waarom heb je mijn stem? Ik zal het kort houden. Als ik jou mijn voorkeurstem geef en nog 16.000 boerenverstand stemmen. Echt waar, zulke bestuurders die gewoon echt ons in de kou laten staan, die ben ik liever kwijt dan rijk. Echt waar. Mijn stem heb je. Dank u wel. Mogen we blijven staan of wat gaan we doen? Ja, u moet even blijven staan. Want het kan zijn dat er vanuit de raad nog ook vragen zijn aan u. Die mogelijkheid wil ik. Ik ben bereid om alle raadsfracties te woord te staan. Nou, ik wou even de raad nu aan het woord laten. Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Ik was me wel terdege bewust van de aanwezigheid hier van het publiek, waarvoor die zaten. Maar het is wel een hele mooie bijkomstigheid geweest dat we zo goede vulling van de tribune hadden. Maar waar ik het eigenlijk toch even over wil hebben, is toch uw bijdrage zoals u die hier nu neerzet. We zitten hier als gemeenteraad bij elkaar en u hebt slechts 3 personen aangesproken. Zijn er namelijk niet gemeenteraadsleden. Mijn vraag is eigenlijk, wat wilt u eigenlijk van de gemeenteraad? Kunt u dat nog even heel kort samenvatten? Zo moeilijk is dat voor mij niet. Ik denk dat het heel verstandig is dat jullie alsnog eens een keer in overleg gaan. Want er spelen nog veel meer dingen. Daarom ben ik bereid om iedereen. Ik ben bij gemeentebelangen geweest. Daar heb ik 35 minuten allerlei zaken verteld. Ik heb contact gehad met COA, met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Ik ben overal geweest om het maar op de agenda te krijgen. Maar wat? Ik vind het een domme vraag. Dat is uw kwalificatie, meneer Makkinga. Ja, wat denkt u? Maar zou u toch willen proberen om hem te beantwoorden? Nou van de raadsfractie eisen. Gewoon ga in overleg, zorg dat het punt veiligheid voor elkaar komt en ga gewoon eens praten met het COA. Straks in oktober worden de nieuwe quota vastgesteld. Dat is toch raar wat hier nou gebeurt? De instroom die daalt. Toch moet en zal dit plan uitgevoerd worden. Dan moeten jullie hier toch al met z'n allen toch een lampje gaan branden. Dat is toch niet zo moeilijk? Voldoende, meneer Nijkamp? Deze mensen begrijpen dat, jullie niet. Nou, blijkbaar stel ik domme vragen. Maar volgens mij was hij gewoon op zijn plek, want u hebt de raad niet 1 keer aangesproken. Dus blij dat u dat nu wel doet. U zegt, ga eens nadenken. Daar komt eigenlijk neer op de boodschappen. Dus die boodschap is helder, denk ik. Waarbij we denk ik wel met elkaar ook helderheid moeten hebben over de positie van de raad in deze. Het college is wel verantwoordelijk voor locatiekeuze. Dus dat is wel van belang. Verder zal de raad ongetwijfeld op het hele punt van communicatie en procesgang wel de vinger aan de pols houden. En getuigen ook zeker de opkomst deze avond. Dus daar hoeft u ook niet bang voor te zijn. Dus als dat uw boodschap is, dan heb ik die wel begrepen. Ik hoop dat u wat mee doet. Dank u wel. Anderen nog? Nee? Mag ik u bedanken, meneer Makkinga, voor uw inspreken en mag ik naar mevrouw Veldkamp, huisvestingvergunning houders locatie De Koelen. Ja. Ja. Goedenavond, geachte leden van de raad. Mijn naam is Mirjam Veldkamp en ik woon aan de S-akkers in Hoornhorst. Namens de bewoners van de S-akkers en De Koelen ben ik hier aanwezig
om een toelichting te geven op de brief die wij aan u als raad gezonden hebben. Veel buurtbewoners zijn hier ook aanwezig, zoals wij altijd doen als iets ons raakt. Zitten ze daar rechts boven u. Recht daar. Ik ben erg blij dat ze ook meegekomen zijn. Het is niet alleen Hoonhorst die het aangaat. En ik merk dat heel veel mensen in Dalfsen dit punt zeer diep raakt. Dus ik ben ook erg blij met het feit dat de tribune hier goed gevuld is. Ik wil u als raad meenemen. Wij gaan een klein stukje terug in de tijd. Om de context een beetje te kleuren van waar onze bezorgdheid vandaan komt. En dan begin ik volgend jaar, vorig jaar oktober. Vorig jaar oktober werd onze buurt opgeschrikt door het feit dat er besloten werd om drie leegstaande kavels in onze buurt, om die te gaan herverkavelen. U moet zich voorstellen, het is al een wijk met een bepaalde geschiedenis. Daar zal ik niet over uitweiden vanavond, want ik heb 5 minuten spreekrecht en daar zal ik me ook aan houden. Er was sprake van het plan om dus kavels te gaan herverkavelen. Daar schrokken wij van. Het plan was om bijvoorbeeld op 1 kavel 3 woningen te bouwen. Plaatselijk Belang Hoonhorst is daarop in gesprek gegaan met de gemeente. Waaruit kwam dat dat niet doorging, omdat eigenlijk achteraf bleek, nadat de plannen gemaakt waren, dat het niet paste op de kavel. Geeft wel aan dat er in gesprek gezamenlijk over een punt gesproken wordt en dat je dan ook tot een bepaalde uitkomst komt. Dat was vorig jaar oktober. In diezelfde maand is er bij Café Kappers een bijeenkomst geweest. Er was een gemeentelijke informatieavond die ook druk bezocht is geweest, zoals wij altijd doen in Hoonhorst. Ze zijn betrokken en bewogen. Daar ging het ook onder andere over dit punt. Mijn man die maakte zich zorgen over wat de gemeente nog meer voor een plannen in petto had voor de vrijstaande kavels in onze wijk. Hij heeft daarover een vraag gesteld en die vraag die was, wilt u een uitspraak doen als wethouder, en dat was wethouder Agricola toen de tijd, nu nog steeds. Kunt u mij zeggen wat er met die vrijstaande kavels gaat gebeuren? En toen heeft u ook woordelijk uitgesproken, waar iedereen bij was, dat er zonder overleg met de bewoners of plaatselijk Belang Hoonhorst geen, moet ik even goed voorlezen. Zonder overleg met buurt en plaatselijk belang worden hier geen andere woning gerealiseerd. En dit werd ook zo in het verslag opgenomen. Kom ik iets dichter in de buurt van waar we ons nu bevinden. In juni van dit jaar werden de gemoederen flink opgeschrikt bij ons in de buurt. Want de mededeling werd gedaan dat er op 1 van de 3 kavels een woonunit geplaatst zou worden. Wij waren behoorlijk verbaasd en behoorlijk geschrokken ook, omdat in oktober van het voorgaande jaar er een uitspraak was gedaan door de wethouder. Waarin dus woordelijk gezegd is dat dat alleen in overleg met plaatselijk Belang Hoonhorst en de buurt gedaan zou worden. Er is geen sprake geweest van overleg. Wij zijn nergens bij betrokken geweest. Ook plaatselijk Belang Hoonhorst is daarin gepasseerd. Vind ik persoonlijk en met mij nog heel veel buurtbewoners een hele, hele kwalijke zaak. Want zo gaan wij hier niet met elkaar om. Nadat dus die mededeling is gedaan dat er een woonunit op die kavel zou komen, is er dus die informatieavond in de trefkoelen geweest. Ook daar waren wij behoorlijk vertegenwoordigd. We zijn nog steeds betrokken en bewogen als het dit aangaat. En we willen ook onze stem laten horen. En tot onze stomme verbazing, dat was ook al in de brief een beetje aangekondigd, stonden wij voor een, niet letterlijk, maar wel figuurlijk, een dichte deur. De gelederen waren gesloten, er was geen enkele mogelijkheid tot inspraak. Waar blijf je dan als burger? Dat voelt niet goed, dat kunt u niet anders als met mij eens zijn. Na die informatieavond stonden wij als groep bij elkaar, ons echt te bezinnen van wat kunnen wij hiermee en wat willen wij hiermee. Hè? Want wij voelen gewoon zelf aan dat ons onrecht aangedaan wordt. Wij stonden daar als groep bij elkaar, waarop wethouder Van Martels naar ons toe kwam. Om te polsen hoe de gemoederen erbij waren. Nou, die waren toch best wel bewogen. Daaruit is een afspraak gekomen. Ik heb u ook de hand gegeven om te praten op het gemeentehuis. Vervolgens zijn wij, moet ik even kijken, dat was van zomer, zijn wij uitgenodigd op het gemeentehuis.
De eerste opmerking die daar gemaakt werd, die was dat die uitnodiging alleen bedoeld was voor plaatselijk belang Honorst en niet voor de buurtbewoners waar ik er dus een van was. Ik kan me nog goed herinneren dat ik dus wel degene ben geweest die u de hand heb gegeven, waarna er een afspraak gemaakt is. U kunt zich voorstellen dat dat niet goed voelt. Je voelt je direct bij binnenkomst afgewezen, terwijl je wel degelijk een verhaal, een punt hebt om te vertellen. Kunt u ja, niet anders als met mij eens zijn. Vervolgens moet u zich voorstellen dat wij daar hier in het gemeentehuis komen. Je bent een beetje gespannen. Je hebt je heel goed samen voorbereid. We zijn een aantal keren ook als buur bij elkaar geweest om te kijken van goh, we moeten ervoor zorgen dat we niet alleen maar kritiek hebben. Zo zitten wij niet in elkaar. Wij willen participeren. We willen meedenken, bijdragen aan of op zijn minst van gedachten wisselen. Nou, dat kwam niet eens boven tafel, want voordat er überhaupt sprake was van een inhoudelijk constructief en even wichtig gesprek, werden wij bijna stuk voor stuk op zo'n manier ongekend, ik kan er nog geëmotioneerd over raken, getackeld dat wij perplex aan tafel zaten. U moet zich voorstellen dat wij gelabeld werden als kleuters met een verlanglijstje. Nou, zo wens ik niet aangesproken te worden, dat heb ik ook gezegd. Op een gegeven moment werd er ook gezegd dat zowel burgemeester Noten als wethouder Agricola, die stonden op van hun stoel, die gingen met hun handen op de tafel staan. Er werd nog net niet geschreeuwd, maar zo heb ik dat wel ervaren. Die hebben gezegd van, goh, er wordt in Honorst gezegd, ik baal ervan dat er in Honorst wordt gezegd dat ik een belofte heb gedaan die ik niet nakom. Die belofte, die had ik in mijn tasje zitten. Ik was zo geïntimideerd en gechoqueerd dat ik niet eens de benul meer had om dat uit mijn tasje te halen. Want dan hadden we inhoudelijk een constructief gesprek kunnen voeren over waar het om ging. U kunt zich voorstellen, ik kom echt niet elke dag op het gemeentehuis. Je bereidt je goed voor. Je denkt dat je met mensen van toch een bepaalde, stand wil ik niet zeggen, maar een bepaalde inhoud te maken hebt. Nou, dat lag echt, ik weet niet meer waar dat lag, maar dat aanzien en die invulling die ik van tevoren had van wethouder en burgemeesters, was helemaal weg. Wij stonden het was geen eens een gesprek, wij stonden daarna buiten bij elkaar. Het was bijna hilarisch, maar we waren zo ongelooflijk gechoqueerd en boos vooral daarna. Wij zijn daarna weer bij elkaar gaan zitten, zoals we altijd doen in Honorst. Wat kunnen wij hiermee, wat moeten we hiermee, wij voelen ons niet gehoord. Ons is onrecht aangedaan door de manier waarop zo'n gesprek gewoon geen enkele kans heeft gekregen. Toen zijn wij weer bij elkaar gaan zitten en toen zijn wij toch met alle kennis die wij hebben, u moet zich voorstellen dat we geen van allen dagelijks op het gemeentehuis komen. Ze hebben echt heel secuur en integer gekeken van wat zijn onze mogelijkheden. En wij hebben toen uiteindelijk u als raad een brief gestuurd waarin wij dus u als raad vragen om de beslissing die genomen is over het plaatsen van een woonunit op de kavel 23 in de Koelen, om daarover een advies uit te brengen aan het college. Ik moet even kijken. Niet naar de tijd, maar ik ga een laatste vraag. Moet me dat even gunnen. Eventjes mijn verhaal af en dan gun ik u ook nee, even we zitten tijd. Nu op 8,5 minuut, mevrouw Veld. Een laatste zin. Beste raad. Namens de buurtbewoners van de Koelen en de S-akkers vraag ik u om u voor ons in te spannen om de locatiekeuze voor Honorst op de agenda te krijgen. Hè? Dus echt een vraag gericht aan de raad waar u net ook om vroeg. Ik hoop dat u het ook opschrijft en goed onthoudt. Mag er een dikke streep onder zetten. En om op deze manier de impasse die is ontstaan te doorbreken. Vertrouwen terugwinnen, want dat zijn wij verloren. Vertrouwen terugwinnen betekent het nakomen van de gemaakte toezegging. En met minder kunnen wij gewoon geen genoegen nemen. Daar wil ik het bij laten en ik wil u vriendelijk danken voor de tijd. Mevrouw Veldkamp, u mag nog even terugkomen. U heeft wel te lang gesproken, maar u moet toch nog even blijven. Want ik kan me voorstellen dat er gewoon vanuit de raad vragen zijn aan u. En ik wil u dan ook een gelegenheid stellen om daar eventueel antwoord op te geven. Kijk even rond. Meneer Schuring van de VVD. Ja, een korte vraag. Dank voor de bijdrage. U geeft aan eigenlijk twee dingen van ons te vragen. Aan de ene kant deze locatie weer opnieuw op de agenda te krijgen. En de tweede om het vertrouwen hersteld te krijgen. Maar als ik uw verhaal zo hoor,
denk je dat die laatste in ieder geval een zwaar punt is. Ja, dat klopt. En ik wou u vragen, en misschien is het een beetje een flauwe vraag, maar kan dit alleen maar door dat eerste punt? Of ja. Kan het ook nog van andere ja, manier? Ja, het kan alleen op dat punt, omdat wij ervaren dat op dat punt ons onrecht is aangedaan. Wij geen enkele kans hebben gehad om hierover mee te praten in een vroeg stadium. En het is enorm geëscaleerd. Ondanks onze goede intenties, wij zijn echt heel integer. Elke keer weer samen aan tafel gaan zitten. Zijn heel wat avonden hebben we eraan gespendeerd. Dat maakt verder ook niet uit. Als wij maar ook maar het minste idee hadden gehad om gehoord te worden. En daar raak ik weer een punt wat mijn collega die voor mij sprak het ook al over had. Wij voelen ons in deze niet gehoord. En nou ja, ik wil nog wel een keer de laatste zin herhalen. Maar wat u vraagt wat wij u als raad gevraagd hebben, dat blijft staan. En ja, met minder kunnen wij geen genoegen nemen. Ja. Ja. Duidelijk. Anderen nog? Meneer Beltvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik sluit even aan op de vraag van meneer Schuring. Ik wil hem nog wel iets preciezer maken, want u stelt de vraag nu terecht aan de Raad overigens. Ja. Maar geldt daar dan hetzelfde? Stel nou dat de Raad, in alle oprechtheid, moet u maar even van mij aannemen, probeert deze vraag onder ogen te zien en daarin het gesprek met het college op dezelfde conclusie uitkomt als het college nu. Betekent dat dan ook dat u daarmee nu zegt van ja, en daarmee moeten wij dan ook collectief het vertrouwen in de Raad dan opzeggen? Ja, dat is een hele goede vraag, een terechte vraag. Dan zou ik aan u weer willen vragen of dat dan een gesprek gaat worden van college naar en de raad samen. Want wij zijn, en ja, ik heb, zou daar dan ook een mogelijkheid zijn om als betrokkenen ook een bijdrage te leveren? Want daar zijn wij altijd toe bereid. En wij hebben hele goede kaarten op tafel liggen, die we graag laten zien. Maar goed, dat... U geeft eigenlijk een antwoord waaruit voor mij al voldoende blijkt dat u daar open in wilt zitten en dat het echt in openheid kan. Waar het mij even om ging is dat er kennelijk dat het niet op voorhand zo zou zijn dat er maar één antwoord mogelijk is. Want dan hebben we geen gesprek nodig namelijk. Ja, ik snap waar u heen gaat. En ik blijf toch bij de laatste zin die ik genoemd heb, dat ik van mening ben, en niet alleen ik, want ik spreek hier niet op persoonlijke titel, maar namens de buurtbewoners, dat er zoveel gebeurd is dat wij niet met iets anders genoegen kunnen nemen. Dus ik haal weer een beetje bakzeil, maar ik snap waar u naartoe gaat. Ja, goed. Ja. Is dit voldoende duidelijk, meneer Wildfunk? Met alle nuanceringen die mevrouw Veldkamp probeert in te brengen. Meneer Royakkers, D66. Ik heb geen vraag, maar ik wil u nog een keer onder de aandacht brengen dat u geen zorg hoeft te hebben dat dit geen aandacht heeft van de Raad. Ja, dat vind ik heel prettig om te horen. Zorgvuldig naar het proces kijken. Ja, fijn, dank u wel. Ja. Voldoende? Dank u wel, mevrouw Veldkamp. Mag ik dan naar de derde inspreker, dat is mevrouw Veldhuis. Namens aanwonenden... Locatie Koekoeksteeg GLS. Ja, dank u wel, burgemeester. Geachte leden van de raad, burgemeester, wethouders en alle aanwezigen. Vooropgesteld denk ik niet dat de discussie gevoerd wordt over statushouders, komst, etc. Daar moeten we gewoon ons steentje aan bijdragen. Laat dat heel erg helder zijn, ook in Dalfsen. Waar we wel over kunnen discussiëren is keuze, locatie en veiligheid. En als ik dan de COA er nog even bij haal, dan valt me op dat het COA zegt van nou, we willen eigenlijk liever een grotere locatie in verband met de beheersbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. En wat wil het COA nog meer? COA wil graag dat de locatie goed bereikbaar is. Voldoende faciliteiten nabij, denk vooral aan supermarkten en scholen. En wat doet de gemeente Dalfsen? Die plaatst een soort mini-AZC, een kleine opvanggroep, buiten de bebouwde kom van Dalfsen. Het is u wellicht opgevallen, afgelopen week is het bord bebouwde kom verplaatst, waardoor nu de suggestie wordt gewekt dat de opvanglocatie binnen de bebouwde kom is. Maar dat is natuurlijk niet, want het bestemmingsplan is niet gewijzigd bij mijn weten de afgelopen dagen. Dus de opvanglocatie is gewoon buiten de bebouwde kom. Weg bij scholen, weg bij winkels. Het COA denkt daar heel anders over. En waarom vind ik daar wat van? En waarom vindt de buurt daar wat van? Nou, deze buurt heeft drie gezinnen
direct aanwonend, gezinnen met jonge kinderen. Ouders werken, zijn overdag weg. En voor de rest wonen er eigenlijk alleen maar 65-plussers in het kleine wijkje. Gerne is Koekoeksteeg. En dat betekent dat er nauwelijks sociale controle is. Zeg maar nihil. Ik weet sinds deze week wie mijn schuin overbuurman is, om het maar even te schetsen. Dus die drie gezinnen met kleine kinderen en die ouderen, die moeten dan de sociale controle gaan uitvoeren en gaan integreren met een mini-AZC net buiten de bebouwde kom. En wat is er nu wel behoudens die sociale controle? Nou, er is een hockeyclub met 260 leden, waarvan ongeveer 65% minderjarig en vrouwelijk. Dat zijn 170 meisjes in korte rokjes die daar 2 à 3 keer per week over het veld huppelen op 25 meter afstand van uw mini-AZC. Wat gaat u doen aan de veiligheid? Wij hebben het gevraagd op de eerste bijeenkomst en helaas kwam de burgemeester niet verder dan deelname aan een WhatsApp-groepje. Nou, ik begrijp dat we de komende 5 jaren nog van uw gezelschap in de WhatsApp-groep kunnen genieten, maar ik voel me er niet veiliger door. Ik denk de omwonenden niet en ik denk ook niet de ouders van die 170 minderjarige meisjes in rokjes. En ik wil dan toch graag wat cijfers met u doornemen. In 2015, u heeft het vast gelezen, afgelopen januari in de krant, zijn er 8000 incidenten geweest met asielzoekers. 4460 gevallen daarvan, daarbij is de politie betrokken. En 1366 was inclusief fysieke agressie. Dus van alle incidenten die hebben plaatsgevonden, is er bij meer dan de helft politieinzet nodig geweest. En bij 1/3 is sprake geweest van fysieke agressie. Beste mensen van de Raad, wij hebben in Dalfsen helemaal geen politie. Op het politiebureau wonen straks statushouders. Wat gaat u doen aan onze veiligheid? En misschien dan nog een vervelend onderzoek uit 2005. Ik mail u morgen de vindplaats. Daaruit blijkt dat er door allochtonen 2 tot 4 keer zo vaak seksuele delicten zijn gepleegd, worden gepleegd. Seksuele misdrijven. Dus deze locatie, buiten de bebouwde kom, zonder sociale controle, waar 170 kinderen rondlopen, vindt u het nodig om een asielzoekerscentrum, een COA, de opvanglocatie, hoe u het maar wil noemen, te plaatsen. Wij vinden de locatie bijzonder ongelukkig. Onze vraag aan u is, wat gaat u nu doen aan die veiligheid behoudens de deelname van een WhatsApp-groep? En zou u eigenlijk niet op de locatie moeten gaan herbezinnen? Voor die veiligheid heeft u nog maar 3 maanden, want u wenst al in januari 2017 de nodige actie te ondernemen. Dus u kunt nog herbezinnen, dat is de eerste vraag. En de tweede vraag, wat gaat u doen aan een concreet veiligheidsplan? Dank u wel. Mevrouw Veldhuis, dank u wel. Ook nu kijk ik rond of dit vragen oproept bij leden van de Raad. Dat is niet zo? Nou, dan was het vast heel duidelijk. Het was zeker duidelijk, mevrouw Veldhuis. Dat kan ik bevestigen. Ik weet niet of ik dat mag, maar ik heb het begrepen. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van der Vlucht namens de omwonende locatie Koekoeksteeg GNS. Dat is dezelfde locatie, maar een andere mevrouw. Mevrouw Van der Vlucht, ik geef u graag het woord. Geachte raadsleden, allereerst wil ik burgemeester Noten van harte geluk wensen. En ik ga dan nu beginnen met mijn verhaal. 80 meter woon ik van de locatie GNS Koekoeksteeg. Omwonend heet dat. Bewoners van 5 aanwonende huizen zijn slechts uitgenodigd in juni om op de hoogte te worden gebracht van de veranderingen in hun directe leefomgeving. De familie Wennemars is daarbij over het hoofd gezien, later trouwens nog een keer. In die bijeenkomst bleven vragen onbeantwoord of op lange baan geschoven. Wij nemen het mee. Dat doen burgemeester en wethouders nog steeds. Alleen over de invulling van de locatie mag nu meegepraat worden. Ook de media zijn opvallend stil. Ik denk dat het grootste deel van de bevolking van Dalfsen
nog geen idee heeft van wat er staat te gebeuren. In een buurtbijeenkomst schrokken enkele ouders van kinderen die de sportverenigingen bezoeken. Dat wordt halen en brengen. Als omwonenden staan wij als kleine kinderen in een hoek met de opdracht mond houden. Alleen luisteren wat gezegd wordt. Maar zo werkt het niet. Langzamerhand neemt de irritatie toe. Het gaat zich tegen u keren. Waarom niet meer mensen uitgenodigd die er belang bij hebben? Meer uitleg gegeven over de locatiekeuze. Welke wel, welke niet. De alternatieve oplossingen. Gang van zaken rond de huurwoningen. Het aantal vergunninghouders in totaal en per locatie. De bezetting van de units. De psychische en medische opvang. De rol van het COA. De rol van politie en gemeentelijk apparaat. Het vluchtelingenwerk. Zoveel vragen. Om vergunninghouders uit de AZC's te kunnen laten uitstromen, kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2016 het GVA, gemeentelijk versnellingsarrangement, inzetten als individuele tijdelijke huisvestingsoplossingen niet mogelijk zijn. De units in dit geval. Maximaal 24 maanden mag de vergunninghouder er blijven. Daarna doorstroming naar een huurwoning. Deze regeling eindigt op 1 januari 2017 en stopt ook wanneer de limiet is bereikt. Na evaluatie besluit de staatssecretaris over verlenging. Is dat al gebeurd? Twee keer per jaar wordt door de minister de landelijke taakstelling vastgesteld. Naar rato van het inwonersaantal moet de gemeente een aantal vergunninghouders opnemen. Het COA spant zich in om nieuwe vergunninghouders te plaatsen na die 24 maanden, om daarin gedurende de exploitatieperiode van de GVA te voorzien. In de eerste helft van 2016 waren het voor Dalfsen 33 mensen, in de tweede helft 38, 71 totaal. Een betere en goedkopere oplossing is het bouwen van veel meer huurwoningen. Bijvoorbeeld aan de Welsummerweg als dat niet doorgaat. Zo nodig kunnen er voor korte tijd eerst units geplaatst worden. Het hele kostenplaatje blijft nog buiten beschouwing. Waarom geen helderheid erover? Het plaatsen van de units ontwricht het leven van veel bewoners die er soms al heel lang wonen. Op de site van de gemeente staat er dat er in 2017 genoeg huurwoningen zijn. Waarom wordt dan geen andere keuze gemaakt? Of speelt de exploitatie van Vechthorst een cruciale rol? Moeten daarom de units 10 jaar staan? Waarom overvragen burgemeester en wethouders? Waarom voor een andere gemeente mensen opnemen? Welke gemeente is dat? En is er een bestuursovereenkomst gesloten? Zijn er locaties die niet doorgaan of in de ijskast zijn gezet? Zoals locatie Kruisebrink naar ronde 2 is geschoven. Heeft dat te maken met het financiële risico wat de gemeente loopt? In het gebied Oosterdalsen komen straks volgens de planning 40 units en 20 huurwoningen met vergunninghouders. De verdeling over het dorp Dalsen is onevenredig. Wij, omwonenden en aanwonenden, staan onderaan de participatieladder en blijven daar ook, zoals het er nu uitziet. Van integratie is geen sprake in de toekomst. De mensen die bij de Gerne-S Koekoeksteeg wonen, zijn voornamelijk boven de 70 jaar en velen ook ver daarboven. We zijn zelf al niet geïntegreerd, dus verwacht niets van ons. Bij de keuze om er te gaan wonen spelen rust en ruimte een grote rol. Ieder op zijn eigen erf. Waarom 10 jaar? Dat noem ik niet tijdelijk. Voor ons ouderen is dat eeuwig. Binnen die 10 jaar verandert alles voor ons. Buiten de bebouwde kom. Donker, weinig of geen straatverlichting. Niets te doen. Weinig bewoners, ver van het dorp. Het lijkt mij voor de vergunninghouders niet ideaal. Er rest ons nog een bezwaarschrift in te dienen.
Deze wordt behandeld door een onafhankelijke gemeenteambtenaar. Of is dit inmiddels veranderd? Dank u wel. Ja, precies. Binnen de tijd. Nee, mevrouw van der Vlucht, maar u was wel verreweg het beste, wat dat betreft. Dus ik wil u daar graag mee complimenteren. Anders had ik een nieuwe eierwekker moeten kopen. Nee, het is helemaal goed. Ik kijk even rond. U heeft ook een heleboel technische vragen gesteld. Ja. En die gaan we nu vanavond niet beantwoorden. Maar ik ga u wel nu toezeggen dat ik zal proberen om straks ervoor te zorgen dat de band goed wordt afgeluisterd, alles wordt opgenomen. En een groot aantal van die vragen zijn volgens mij al beantwoord, maar een aantal ook niet. Die zijn nieuw. Maar u moet ons dan even de ruimte geven om daar ook ambtelijk fatsoenlijk op te reageren. Dat kan. U stelt ook vragen over wat de minister heeft gedaan en of al een evaluatie is afgerond en allemaal dat soort dingen. Dat hebben wij niet in ons hoofd paraat. Dus als u het goed vindt, dan zorgen we dat u daar echt schriftelijk een reactie op krijgt. En we zullen ook de antwoorden van de vragen op de website plaatsen. Dus die krijgt u. Het heeft alles met communicatie te maken. Als het in iets bredere setting was aangepakt, dan denk ik dat ook een heleboel vragen al beantwoord waren. Ja, maar misschien zijn we daar allemaal buiten gehouden. Maar mevrouw Van der Vlucht, misschien zijn ze ook beantwoord. Ja. Dus we gaan dat gewoon even netjes op een rijtje zetten, dat beloof ik u. Want anders doe ik u geen recht. Ik kijk even rond naar de raad. En hoeverre daar nog vragen. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb niet zo direct een vraag aan deze mevrouw, maar ik wil wel alle insprekers bedanken voor de extra informatie die we gehad hebben. Het heeft ons beeld toch nog wel weer wat zuiverder gemaakt. Wij hebben geen vragen als fractie gesteld, maar dat komt ook omdat ik eigenlijk alle verhalen heel helder en duidelijk vond. Dank u wel. Ik nodig niet alle fracties uit voor een soort algemene beschouwing op dit punt. Maar ik kijk even of u nog vragen heeft. Niet? Mag ik dan naar een afsluiting gaan van dit agendapunt? Ja? Mevrouw Van der Vlucht, dank. Mag ik verder, dames en heren? Kan de deur dicht van de zaal? De heer wethouder Van Martens vindt de weg wel terug, dat wou ik net zeggen. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor agendapunt 4. En dat is de vragenronde. Meneer Koetsier, u heeft een vraag over wifi in de openbare ruimte. Ja. Dank u, voorzitter. Het vraag betreft inderdaad wifi in publieke ruimte. Het belang van uitstekende breedbandverbindingen voor inwoners en het bedrijfsleven, dat is duidelijk. Inmiddels is het leven zonder een smartphone is al niet meer voorstelbaar. En het bedrijfsleven kan ook niet meer zonder breedbandverbindingen. Kort geleden is het bericht verschenen dat iedere gemeente bij de Europese Unie een voucher kan aanvragen om in aanmerking te komen voor subsidie. Die voucher moet gebruikt worden om gratis wifi in openbare ruimte mogelijk te maken. Het CDA vindt dat Dalfsen voorop moet lopen als het gaat om het mogelijk maken van gratis wifi in de openbare ruimte van onze gemeente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kernen van onze dorpen, parken, cultuurhuizen en ook het gemeentehuis. Hoe mooi zou het zijn voor onze inwoners, de economie van onze gemeente en voor het toerisme, als we binnenkort gratis wifi in onze kernen kunnen aanbieden? Onze vragen. Onderschrijft het college het belang van snel internet voor inwoners, bedrijfsleven en bezoeker? Vraag 2. Hoe staat het college ten opzichte van gratis wifi in openbare ruimte? En de derde vraag, is het college bekend met de mogelijke subsidie van de EU voor gratis wifi? En bent u bereid deze voor de gemeente aan te vragen? Dat waren de vragen, dank u. Dank u wel. En u heeft wethouder Agricola zien wegrennen en net op tijd weer zien binnenkomen. Wethouder, ik geef u het woord. U ziet er fit en strak uit. Ja, dank u, voorzitter. De eerste vraag, meneer Koetsier, daar kunnen we antwoorden op ja. De gemeente Dalfsen heeft tot op heden
altijd een stimulerende en faciliterende rol genomen in de realisatie van adequate internettoegang voor de hele gemeente. Op uw tweede vraag kan ik antwoorden dat wij niet aanwijzend zijn. Echter, we zijn op dit moment nog niet toe aan het innemen van een standpunt. Er zijn veel pro's, maar er zijn ook veel contra's, zien we. Derde vraag. We zijn op hoofdlijnen bekend met de subsidiemogelijkheden, zoals die recent zijn aangekondigd in de State of Union toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie. We zijn echter nog niet voldoende op de hoogte van de details van de regeling om een definitief standpunt in te nemen. We hebben vernomen dat de EU wil investeren in de techniek, maar dat er vaste lasten voor rekening van de aanvrager komen. We willen een mogelijke subsidieaanvraag in perspectief beoordelen, aangezien ook het gebruik van de toegankelijkheid van 4G-netwerken een vlucht neemt. De EU richt zich in de bij ons bekende informatie ook op marktpartijen. Aanleg van telecomnetwerken is in de basis een privaat belang en wij zijn nog onvoldoende bekend met de initiatieven vanuit de markt. Ook dit vraagt nog nadere bestudering. Wat wij wel zouden graag willen als college, of uw verzoek raadsbreed gedragen wordt. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, wethouder Agricola. Ik ga u niet de ruimte geven om nu de raad te peilen. Dus dat gaan we een andere keer doen, want dan lijkt me dat we dat een beetje moeten voorbereiden. Maar ik hoor u in principe een positieve grondhouding hebben ten opzichte van de vragen die door de heer Koetsier zijn gesteld. Meneer Koetsier, heeft u dat ook zo verstaan? Ja, en ik ben blij met de toezegging om hem terug te brengen in de raad, om de raad te peilen. Tenminste, ik beschouw het als een toezegging. Dank u wel dat u deze taak van mij heeft overgenomen. En dat heeft u adequaat gedaan. Het is inderdaad een toezegging. Ik kom terug op het onderwerp naar de raad toe. Daar zullen we op terugkomen, voorzitter. Ja. Dank u wel. Heb ik daarmee agenda punt 4 gehad? Ja, hè? Ik hem af. Dan ga ik naar agenda punt 5, vaststelling van de agenda. Ik begrijp dat ik op dit punt iemand het woord moet geven, ik weet alleen maar niet wie. Meneer Uitslag. Ja, voorzitter, dat zou ik zijn. Het verzoek van mijn fractie is om agenda punt 14 van de agenda te halen. Eerst even te wachten tot de evaluatie die we hebben afgesproken en de les daarvan te gebruiken. Onder het motto, laten we het in één keer goed doen. Dus het voorstel om agenda punt 14 van de agenda te halen. Nou, kijk even rond. Heeft het de instemming van de raad? En dat heeft hij, en daarmee is hij van de agenda afgehaald. Dan gaan we... Andere nog? Dit was hem. Dan gaan we naar agenda punt 6, als ik het goed heb. Wijziging grondslag rioolheffing 2017. Dat was een akkoordstuk, als ik het goed begrepen heb. En ik ga hem even in de hoofdlijn mee eens. Akkoordstuk. Dan ga ik hem even voorlezen. Wijziging in grondslag rioolheffing 2017. Voorstel is om per 1 januari 2017 de eigenaarheffing op basis van een vast bedrag per perceel voor 50% te handhaven. Ten tweede, per 1 januari 2017 voor de eigenaren van garagebox een aparte tarief in te voeren van 20 euro. 3. Per 1 januari 2017 een gebruikersheffing in te voeren op basis van waterverbruik, inclusief grondwater, loze proceswater, waarbij onderscheid wordt gemaakt in kleinverbruik, dat is tot 500 kuub, en grootverbruik, dat is vanaf 500 kuub. 4. Een gestaffelde opbouw. En ten vierde voor de invoering van rioolheffing grootverbruik te kiezen voor variant 2, waarbij te faseren in 3 jaar, in 2019, de opbrengst rioolheffing grootverbruik 4,5% bedraagt van de totale opbrengst. Ik kijk even rond. Gaat u daarmee akkoord? Dat doet u allemaal. En daarmee is dat besloten met algemene stemmen. En dan ga je naar agenda punt 7. Dat is de algemene verordening ondergrondse infrastructuur. Volgens mij ook een akkoordstuk. Het voorstel is vast te stellen de volgende verordening. Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2016. En ik kijk rond. Iedereen? Ja? Akkoord?
Dan ga ik naar de bespreekstukken, agenda punt 8, nota continuering hulp bij het huishouden. En dat is in de raadscommissie besproken. Ik heb begrepen dat de raadscommissie daar overwegend positief tegenover stond, tegenover continuering van het beleid. En er is gewezen op het belang van goede communicatie. En er is toegezegd dat er een reactie zou komen op de berekeningen over de gevolgen van de eigen bijdragers. En er was ook toegezegd om het klanttevredenheidsonderzoek toe te sturen. Beide zaken staan volgens mij op de RIS. Klopt dat? En beide stukken. Dus die twee toezeggingen zijn nagekomen. Ik zou het graag in twee ronden willen bespreken. Eerste ronde, informerend. En mag ik beginnen dan met mevrouw Ramerman, want bij u kwamen de vragen over de eigen bijdrage vandaan. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, ik heb in de vorige vergadering gevraagd om nog wat nadere stukken op het RIS te plaatsen. Die zijn geplaatst, daar heb ik wat extra vragen over gesteld. Die zijn vandaag beantwoord en ook op het RIS geplaatst. De beantwoording is duidelijk, dank daarvoor. Wel vinden wij het nog steeds jammer dat de lagere inkomens, doordat de bijdrage voor een ieder gelijk is, daar het meest last van hebben. En zij kunnen inderdaad in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Maar ik denk die doelgroep moet al zo vaak zijn handje ophouden. Dus ik vind dat best jammer dat dat in deze dan weer moet gebeuren. Dus ik wil eigenlijk het college de opdracht meegeven van in het vervolg, kijk daar eens naar van, kunnen we dit voorkomen? Dat de mensen die al minder inkomen hebben, dat die zich dan ook weer moeten melden. Oké, dank u wel. Ik kijk even rond. Andere, mevrouw Lasje, CDU, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had geen vraag, maar ik had wel gezegd dat wij het zouden terugnemen naar de fractie en dan graag wilde terugkomen. Kan dat ook in deze ronde? Zeker, graag. In de commissievergadering hebben we al gezegd dat we veel waardering hebben voor deze nota, maar we hebben ook onze zorgen uitgesproken. En dat sluit een beetje aan wat net gezegd is. En die zorgen zijn over het verband dat er wellicht is, misschien lijkt te zijn, tussen de hoge kosten voor cliënten vanwege de stapeling van eigen bijdragers en de lagere instroom van cliënten. En de wethouder gaf aan dat de redenen van de lagere instroom in Dals nog niet duidelijk zijn en dat er daarom nog niet aan wat aan gedaan kan worden. Dat zou ook de juist gewenste gevolgen van de kanteling kunnen zijn. En we steunen zijn voornemen om verder onderzoek te doen en ook van harte. Maar toch kan er iets meer over gezegd worden. En ik wil een paar dingen noemen. Koepelorganisatie Iedereen heeft het Nibud onderzoek laten doen. En die kwam toch tot de conclusie dat de zorgkosten voor chronisch zieken in 5 jaar zijn verdubbeld. Er zijn meerdere regelingen voor mensen met hoge zorgkosten waar ze een beroep op konden doen afgeschaft. Het onderzoek van Binnenlands Bestuur bleek ook in voorjaar 2016 dat voor een grote groep ouderen de hogere eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp lastig te betalen is. En het CBS, dat is het laatste wat ik hierover zeg, onderzoekt op verzoek van staatssecretaris Van Rijn de signalen van zorgmijding binnen de WMO vanwege de hoge kosten. En de staatssecretaris heeft uitgesproken dat eigen bijdrage nooit de reden mag zijn tot zorgmijding. En dat de gemeenten goed in de gaten moeten houden dat de mensen niet afhaken vanwege die hoge kosten. En dat laatste is precies wat wij graag van de wethouder vragen. Namelijk dat hij aan de zorginstellingen, sociale wijkteams, thuiszorgorganisaties vraagt om extra alert te zijn op signalen van zorgmijding door ouderen en andere mensen met een laag inkomen. En om dan, mochten deze signalen binnenkomen, te komen met passende maatregelen. Samengevat, voorzitter, er zijn landelijk meerdere signalen dat de zorgkosten voor een grote groep mensen te hoog worden en dat ze daarom afzien van hulp. En we vragen de wethouder te doen wat de staatssecretaris heeft gevraagd. Goed in de gaten houden dat mensen geen zorg mijden of zorg afzeggen vanwege de te hoge eigen bijdragers. Dank u wel. U bent ook al een beetje opinierend begonnen, hè? Zijn er nog mensen die voor de informerende ronde willen gaan? En meneer Wildvank. Ja, het hoort volgens mij bij de informerende ronde en ik zal me beperken tot het gewoon eigenlijk aansluiten bij de vorige twee. Met name bij de vraag van mevrouw Ramerman, want ook wij maken ons een beetje zorgen over het feit dat hier de groep, zeg maar, die onder in de inkomensklasse zit, opnieuw met hogere lasten geconfronteerd wordt. En we begrijpen heel goed de systematiek die gehanteerd wordt, maar we zouden toch de wethouder willen vragen om eens, en misschien nu alvast ook even te reageren op die opmerking die mevrouw Raam maakt, om eens te kijken of het toch niet mogelijk is om juist die laagste inkomensgroep hier wat te ontzien. Dat was een vraag. Ja. Ja, voorzitter. Ik heb toch nog een opmerking over de lagere inkomens. Ook, ik ben het eens met mevrouw Ramerman en de heer Wildvang. Maar zou er ook zoiets kunnen zijn als een extra korting op de eigen bijdrage die men moet betalen aan de organisatie die de huishoudelijke hulp leveren? Dit zou dan volgens ons betaald kunnen worden uit de huishoudelijke hulptoeslag. Ik las vorige week dat in de gemeente Hardenberg en Ommen
men een dergelijke regeling heeft. En dan de organisatie controleert dan met toestemming van de cliënt of deze hiervoor in aanmerking komt. Kijk, dan hoef je niet naar de bijzondere bijstand, maar dan kun je dus een korting krijgen op die 7,5 euro die je dan moet betalen. Meneer Ellenbroek, ik vraag u even, is dit iets wat u aan de wethouder vraagt om straks een overweging te nemen als mogelijke optie? Ja. Oké, dank u wel. Andere? Wethouder, mag ik u vragen om te reageren? Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de opmerking die ik gehoord heb, die raakt mij ook. Ik bedoel, daar proberen we altijd oog voor te hebben. Daar proberen we zo goed mogelijk op in te spelen. En we hebben ook gezegd, bij een stapeling van problemen kan er altijd een beroep gedaan worden op de gemeente. En kunnen we kijken hoe we individuele situaties ondersteuning kunnen bieden. Dat doen we nu al. Bijzondere bijstand is nu al een mogelijkheid. De suggestie die u doet, meneer Ellenbroek. Daar kan ik niet zo in één keer ja op zeggen, omdat ik de consequenties daar niet van kan overzien. Maar het zijn wel suggesties waarvan ik denk, ja, het is in ieder geval zinnig om daar te bekijken van hoe gaan andere gemeenten daarmee om. En hoe kunnen ze dan bijvoorbeeld de groepen waar we het nu over hebben, als chronisch zieken, de mensen met een laag inkomen, hoe kunnen we die zo goed mogelijk tegemoetkomen? Maar het blijft wel lastig in de praktijk, omdat we altijd ook natuurlijk als uitgangspunt al hebben gekozen van mensen moeten elkaar, moeten eerst eens even kijken wat ze zelf kunnen, dan het netwerk. Nou, u kent het allemaal wel, het hele riedeltje. Maar van de andere kant is wel de wet, de WMO, de mensen die echt ondersteuning nodig hebben, die moet je ook de ondersteuning bieden waar je ze kunt bieden. Dus daar willen we altijd oog voor hebben en dat wil ik ook zeker doen. En extra alert zijn op zorgmeiders. Tuurlijk. En ook die organisaties erop aanspreken van als u iets signaleert, meld het dan en laat het ook bij de sociale kernteams komen om te kijken van nou, waar kunnen we dan de beste adequate oplossingen bieden. Allemaal zinnig. Dus ik kan niet rechtstreeks op uw verzoek ingaan. Eerst moet ik de consequenties daarvan overzien. En straks krijgen we natuurlijk ook nog het armoedebeleid van hoe kunnen we nou die klasse waar u mevrouw Raamman op doelt, hoe kunnen we die nou inderdaad ondersteunen. Maar ik kan er geen... nu op dit moment een antwoord opgeven van ik zelf denk van nou dit is nu adequaat voor dit moment, maar we houden ons daarvan, daar houden we ons mee bezig en daar willen we ook te zijner tijd een passend antwoord op geven. Die staat in november op de agenda volgens mij. Ja, armoedebeleid geloof ik wel. Ja, hè? Dat is wel ook een punt waarvan je denkt van dat heeft een relatie daarmee. Nou, in die tussentijd geeft ons ook weer de gelegenheid om even een aantal dingen uit te zoeken. Ja, maar mijn vraag is ook of u nu na de heer Ellenbroek iets concreter wil zijn, want gaat u zijn vraag nu beantwoorden te zijner tijd? Nee, ik kan niet, dat heb ik al net geprobeerd aan te geven. Ik kan niet concreter zijn dan ik net was. Ik kan alleen maar zeggen van, goede suggestie denk ik, maar ik wil eerst de consequenties daarvan kunnen overzien. Dus we gaan er zeker naar kijken. Dus daar informeren u gaat het onderzoeken. U gaat het onderzoeken. Nou, of dan heel onderzoek. We gaan eerst even peilen met andere gemeenten. Welke ervaringen hebben zij ermee? Want we hebben natuurlijk een andere systematiek dan andere gemeenten. Wat voor consequenties heeft dan? En gaat meneer Siebelt gaat dan weer de gevolgen voor u in beeld brengen, denk ik. Ja, de heer Siebelt ken ik. Ja, die zal het dat zou mooi zijn. Oké, meneer Ellenbroek, het is niet weg. Dat is eigenlijk de maximale conclusie die ik kan trekken. Anderen nog? Daar zat al iets van opinierend in, hoor. Maar ik ga u toch nog even de gelegenheid geven. Mevrouw Rameman, afsluitende ronde. Ja, ik heb verder geen toegevoeging meer. Ik denk dat mijn verhaal helder was. Dus, mevrouw Lassen, u nog? Nee, want ik had het inderdaad al gezegd, maar ik... Ik denk dat ik dit wat u net gezegd hebt toch wel als een toezegging mag beschouwen. Dat u het extra onder de aandacht zal brengen bij de sociale wijkteams, de thuiszorgorganisaties en dergelijke. Als ik het zo mag opvatten, dan ben ik tevreden. Ik zag de wethouder ja knikken en ik zag de griffier opschrijven. Meneer Ellenbroek? Nou, ik heb er ook niks meer aan toe te voegen. Ik heb het de vorige keer al gezegd, dus wij zijn het eens met het voorstel. Dank. Anderen nog? Meneer Royak, mijn opinie gegeven tijdens de commissievergadering. Het lijkt me kortzijdshalve beter om dat nu niet te herhalen. Ja, dat geldt volgens mij ook voor de heer Schuring en de heer Wildfank. Dan mag ik de stemming brengen in beeld. Agenda punt 8, nota continuering hulp bij het huishouden 2017-2018. Het voorstel is om de inspraaknotitie continuering beleid hulp bij het huishouden 2017-2018 vast te stellen. En ten tweede de nota continuering beleid hulp bij het huishouden 2017-2018 vast te stellen. En wie is daarmee eens? En dat is iedereen. En daarmee is het met algemene stemmen. En dan ga ik naar agenda punt 9. Bestemmingsplan en nieuwe leuze 2007 is ook in de commissie behandeld. Als ik het goed heb, had de heer Hof nog,
nog vragen over de procesgang. Er is een procesnotitie toegezegd. Die heeft u ook ontvangen. Mag ik, ik ga het proberen om in één ronde te doen. Mag ik u als eerste zowel informeren als opineren? Als u het kunt combineren, doet u mij een plezier. Ik was er al van uitgegaan dat het gecombineerd kon. We hadden om aanvullende procesinformatie gevraagd. Die hebben we ook gekregen. Het blijft nog wat vaag en algemeen. Op een aantal cruciale proceskenmerken. Dan geeft het nog geen inzicht. De wethouder die heeft een verleden als voormalig leraar. En ik zou willen zeggen, u heeft een ruime onvoldoende opgehaald naar een mager zesje. Maar een zesje is dan weer voldoende om in te stemmen met het voorstel. Dank u wel. Ik ga naar meneer Schuring, VVD. Wij konden ons goed vinden in het verhaal. Ga ik verder? Informerend, opinierend. Ik kijk rond. Meneer Royakkers zie ik ook instemmen. Meneer Kouwe, CDA. Ja, dank u wel. Ook een extra toelichting ontvangen op het gebied van duurzaamheid. Ook daar een kleine voldoende op gescoord namens onze fractie. Past bij het aard van het bestemmingsplan globaal. Geeft een beeld van wat er nu is en ook waar er naartoe gewerkt kan worden. Biedt volgens ons de ruimte om het punt duurzaamheid uit te werken naar het niveau waarop wij het graag willen. En zoals we al hebben gezegd, wij steken in op energie-neutrale bouw. En het zou heel prettig zijn of, als we een uitwerking daarvan tegemoet kunnen zien bij de no-go moment later, begin 2017. Ja, Kouwer, dank u wel. Anderen nog? Meneer Nijbeer. Nou, voorzitter, we hebben in de commissie al aangegeven dat de toezeggingen van de wethouder voldoende waren om hier voldoende ja op te zeggen. Dan brengen we mijn stemming en dan mag de griffier mijn beeld brengen. En dan komt hier achtste herziening, bestemmingsplan Nieuw-Leuze 2007, WOC Campus, voorstel de noten van zienswijze vast te stellen. Tweede, achtste herziening, bestemmingsplan Nieuw-Leuze, middengebied, enzovoorts, enzovoorts, als of wat, enzovoorts, bijbehorende bestanden toelichten, waarbij voor het plangebied gebruik is gemaakt van de ondergrond, die is ontleend aan, nou ja, van alles nog wat, langs elektronische weg en in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen. En drie, geen exploitatieplan vast te stellen. Bent u daarmee akkoord? Dat bent u allemaal. En dat is hier met algemene stemmen aangenomen. Het is dan zo'n klein punt met grote gevolgen. Dan gaan we naar agenda punt 10. Jaarrekening 2015 en accountantsverklaring. We hebben daar al uitgebreid over gesproken. Dat wil zeggen over de inhoud van de jaarrekening. En volgens mij hebben we al voor het reces met elkaar afgesproken dat als we het uiteindelijk zouden kunnen gaan behandelen in de formele zin, dat we zouden proberen om dat beperkt te doen. En als ik het goed heb, en als ik dat niet goed zeg, dan word ik ongetwijfeld gecorrigeerd. Maar als ik het goed heb, dan zijn wij het er met elkaar over eens. Dat de evaluatie van het proces, daar is namelijk het nodige over te zeggen. Maar dat de evaluatie van het proces, dat nu niet het moment is om dat te doen. En dat we dat eerst in de commissie monitoring, nee, het heet anders, meneer Royakkers, hoe heet uw commissie? Werkgroep planning en controle aan de orde willen stellen. Dat geef ik u vooraf mee. Dus dat betekent eigenlijk dat ik tegen u zeg dat alles wat belangrijk is, dat we dat ergens anders gaan bespreken. Daar komt het een beetje op neer. Wie van u mag ik het woord geven? Twee rondes. Graag eerst eventuele vragen en daarna opinierend. Wie heeft vragen? Meneer Royakkers. Nou, als het mag, voorzitter. We gaan het ergens anders bespreken, maar we komen er wel natuurlijk in de openbaarheid daarna weer op terug. En er zullen ook zaken worden besproken die om een formeel besluit van de raad vragen, waar we later op terugkomen. Dat wil ik even aanvullen. Neem me niet kwalijk, dank u voor die aanvulling. Uiteraard, het feit dat we het nu niet bespreken wil niet zeggen dat het niet in de openbaarheid wordt besproken, maar dat het eerst in de werkgroep wordt voorbereid. Dat is in feite wat ik wilde zeggen. Anderen, wie van u heeft er nog vragen? Meneer Nijkamp. Toch nog een paar vragen over het cijfermateriaal wat nu voor ligt, ook in het besluit. Allereerst naar aanleiding van wat het college schrijft over de besteding van de reserve decentralisaties, dat is zo'n 1,3 miljoen, worden drie elementen genoemd. Is er iets te zeggen over de indicatie van de kostenposten die daaruit gedekt moeten worden? Er worden drie elementen genoemd, maar is daar iets over te zeggen? Is die 1,3 miljoen genoeg of is dat veel te veel, zeg maar, voor die drie punten. Een tweede punt is de storting in de reserve sociaal domein.
Die is voorzien. Dat is vorige keer al, 11 juli gebeurd. En dan komt het plan. Is er iets bekend wanneer dat plan komt? Dan lijkt het erop dat ten aanzien van de kosten die gemaakt moeten worden om statushouders te huisvesten, nu uit twee van die reserves komen. Die worden bij twee reserves genoemd. Ik weet niet of dat de bedoeling is, of dat bewust voor gekozen is, of dat het misschien een verschuiving is, maar dat is nog wel even een puntje. En het laatste punt gaat echt over een formulering van besluit nummer 3. Daar staat dat we het niet vooralsnog gaan storten. Dan kunnen we het op twee manieren uitleggen. Maar ik zou willen voorstellen om daar iets andere formulering voor te kiezen. Want het is namelijk sinds het besluit van 11 juli wel degelijk gestort. Maar dat je eigenlijk zegt van we halen het weer terug uit die reserve. En voegen het toe aan de algemene reserve vrij beschikbaar. Want de formulering zoals die er nu staat, daar kun je alle kanten mee op. Maar dat is in ieder geval niet echt duidelijk. Maar feitelijk is er natuurlijk gewoon gestort. Alleen dat vooralsnog sloeg op het feit dat er misschien later op teruggekomen zou kunnen worden. En dat kan natuurlijk. Dank u wel. Ik zag de wethouder op een heleboel punten al non-verbaal reageren, maar dat gaat hij dadelijk verbaal doen. Ik ga eerst even verder verzamelen. Anderen nog? En dan ook vragen, meneer Schuring. Ja, dank u voorzitter. Een van de vragen die bij ons openstaat was of de punten die in punt 4.1 benoemd worden om de reserve decentralisatieperiode te verlengen, of die ook stroken met het benoemde doel van de reserves in 3.1. Dus de tijdelijke extra invoering en uitvoeringskosten. Wij vroegen ons af of dat hetzelfde was. Volgens mij zijn het namelijk een heleboel die daar buiten vallen. En in de bijlage reserve decentralisatie 26.9.2016, daar staat een tegenstrijdigheid. En die is misschien wel toegelicht, maar dan heb ik hem gemist. Met het raadsbesluit 19 juni 2014 wordt eventuele afkoopsom in verband met een uitreding WZO als voorbeeld genoemd waar deze reserve voor bedoeld is. Terwijl in het Nee, in 19 juni 2014 staat hij volgens mij dat hij wel bedoeld is. En in 15 december 2014 staat hij dat hij juist niet voor bedoeld is. Ook hier zag ik allerlei non-verbale reacties, maar we maken hem dadelijk verbaal. Dat is ook goed voor het verslag. Anderen nog? Ja, voorzitter. Meneer Royakkers, D66. Zegt dat. Meneer Schuur, een knopje uit en meneer Royakkers, knopje aan. Er wordt steeds gezegd dat de frictiepot voor 2 jaar is ingesteld door de raad. Maar dat staat dan ergens. Maar ik heb dat nog niet ergens kunnen lezen in die samenvatting over de reservesdecentralisatie. Is de vraag helder, meneer Van Leeuwen? Ja hoor. Anderen nog? Dat is helemaal niet goed. Nee? Meneer Van Leeuwen, mag ik u, wethouder Van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. We beginnen even met de vraag, is die reserve 1,3 miljoen toereikend? Ik heb dat besproken met de afdeling. En die verwachten dat die meer dan toereikend zal zijn, dat daar nog geld op overgehouden wordt. En ze waren zelfs, en dat is toch wel uitzonderlijk voor een afdeling, bereid om eventueel nu al geld af te boeken. Dat heb ik even afgeremd, want je weet maar nooit wat er nog weer uit een hoge hoed komt. Even kijken, u heeft het over de storting reserve sociaal domein en u vraagt zich af wanneer het plan er is. Het plan is klaar en ik probeer, maar dat vraagt natuurlijk overleg met Griffie en de agendacommissie, om hem zo snel mogelijk naar de raad te krijgen, zodat u eens kunt kijken wat er bedacht is om met dat geld te doen. Kosten statushouders over twee reserves, wat bedoelt u daar precies mee? Want dat gaat mij even te snel. Ja, Nijkamp. Even zoeken in de teksten. Onder paragraaf 4.1 worden 3 doelen genoemd voor die resterende reserve. En nummer 2 gaat volgens mij over de vergunninghouders. En in het besluit van van 11 juli 2016 worden ook de vergunninghouders als invulling genoemd voor de nieuwe reserve van het sociale domein. Dus nou wordt die vanuit twee kanten bediend. Nee, dat laatste slaat prima, maar het lijkt wat dubbel op. Ja, maar dat laatste slaat met name op reïntegratie.
plan. En in dit geval naar werksituaties proberen te helpen. En dan gebeurt dat inderdaad vanuit twee verschillende potjes. Ja, dat ben ik met u eens. Dus de ene heeft meer te maken met, ik zeg maar even, de participatiewet. En de andere heeft meer te maken met de thuisvesting, moet ik het zo interpreteren? Ja. Oké, dank u wel. En dan, ik ben met u eens dat het er enigszins cryptisch staat. Maar het voorstel om het niet vooralsnog te starten betekent dus dat we er nu op terugkomen en het aan de algemene reserve vrij besteedbaar willen toevoegen. Conform een eerder raadsbesluit waarop de heer Kleine Koerkamp heeft gewezen. Namelijk dat die reserve dat die niet aangevuld moet worden, maar dat het geld dat vrijvalt in het sociaal domein, dat dat op in de algemene reserve vrij besteedbaar moest komen. Dat hebben we uitgezocht en daar is het hele relaas op gebaseerd. Dus uw interpretatie van we gaan het niet vooralsnog storten in die reserve, klopt. Het wordt nu in de algemene reserve vrij besteedbaar gestort. Dan de heer Schuring, die vraagt naar de verlenging van de reserve. Dat is voor een belangrijk deel ook weer naar aanleiding van vragen van de heer Kleine Koerkamp, die erop wees dat de reserve maar voor 2 jaar is ingesteld. Het zoeken daarnaar, dat is een hele speurtocht geweest. Het enige wat we daar concreet over hebben kunnen vinden is dat ik aan het woord ben en dat ik zeg op de band dat de raad deze voor 2 jaar heeft ingesteld. En dat betekent dus dat die 1 januari jongstleden zou zijn afgelopen. Waarop de heer Kleine Koerkamp erop wees dat het dan verstandig is om een besluit te nemen om hem met 2 jaar te verlengen. Dus dat is de achtergrond van dat verhaal. En ik dacht en ik hoop dat ik daarmee de vragen heb beantwoord, voorzitter. Dus één punt is, denk ik, heel belangrijk. Alle punten zijn belangrijk, neem ik niet kwalijk. Maar één punt is in ieder geval voor de besluitvorming even belangrijk. Het woord vooralsnog leidt tot allerlei verwarring, mogelijkerwijze. Maar we hebben het besluit ook echt, voor het reces, hebben we het besluit ook echt dat haakje willen meegeven. Dat een heroverweging van het besluit tot de mogelijkheden zou moeten kunnen behoren. En die heroverweging heeft hier plaatsgevonden. En dat betekent dat dit eigenlijk een correctie is op het eerder genomen besluit. En zo wil ik hem nu ook uitgesproken hebben, zodat we dat met z'n allen helder hebben. Ik stel voor om de tekst zo te laten, maar dan is in ieder geval de interpretatie van die tekst volstrekt helder. Het is een correctie op het eerder genomen besluit. Is dat wat u betreft goed, meneer Nijkamp? Want anders moeten we gaan sleutelen aan die zinnen. En daar zou ik tegenop zien. Ja, als je het voor de eerste keer leest, dan denk je van, er kan alle kanten op gaan, maar met deze toevoeging, misschien dat we die ook kunnen opnemen in de besluitenlijst, dan prima. Als ik me goed herinner, de discussie is destijds, ik dacht dat er hier uitslag inbrak, laten we dan het woordje vooralsnog toevoegen. En dat bood de mogelijkheid om er dan nog weer op een eenvoudige wijze op terug te komen. Dus dat is wat we nu doen. Ja. En daarmee was toen ook de heer Klein Koerkamp was gegeven de omstandigheden tevreden. Zo moet ik het zeggen. Dus laten we die discussie vooral niet herhalen, want ik vond hem toen knap verwarrend. Ik kijk even rond. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank voorzitter. Ja, dank voor de uitleg waardoor die verlenging tot stand is gekomen. Maar eigenlijk was mijn vraag meer over de formulering van de doelen waar die voor staat. Want er staat in 4.1 geformuleerd dat het voor tijdelijke extra kosten om de mogelijke nadelige gevolgen voor cliënten tijdig op te vangen verlengd zou moeten worden. En ik vroeg of dit overeenkomt met de doelen van de reserve decentralisatie voor tijdelijke extra invoerings- en uitvoeringskosten. Of dat elkaar dekt en of daar niet een verschil in zit en of die anders geformuleerd moet worden. En de andere opmerking / vraag, ik zat hem nog even terug te zoeken. En het zal dan woordengeneuzel zijn, maar ik lees uit uw eigen werk voor. Samen krijgt de reserve decentralisaties dan een omvang van zo'n 1,75 miljoen. Het doel van deze reserves is om incidentele kosten van de invoering van de decentralisaties te dekken. Denk hierbij aan een eventuele afkoopsom om uit te treden van de gemeentelijke regeling, WESO, of om externe begeleiding in te huren. Dat staat op het raadsbesluit 19 juni 2014 in het artikel. En verderop staat bij 15 december 2014 dat het niet de bedoeling is om die... Wethouder, wat is het nu?
Nou, 15 december is de laatste datum die geldig is. En dat is toen uitdrukkelijk op verzoek van mevrouw Lasje geweest dat ik een aantal zaken heb laten formuleren waar de reserve voor bestemd zou kunnen zijn. Dus 15 december is bindend in mijn beleving. Dat daar geen misverstand over is. Verschillende formuleringen, maar 15 december was de laatste. Het was mede naar aanleiding van de formulering van 2014. Dus die is rechtsgeldig. En u de? En nu de andere opmerking of de 4.1 en 3.1 of die met elkaar stroken. Ja. Tot nog toe zijn de gelden daar besteed aan de doelen die daar omschreven staan. Dat zijn vooral tijdelijke kosten die de invoering met zich mee hebben gebracht. En daarbij kunt u denken aan inhuur van extra personeel. Extra mankracht om alles voor elkaar te krijgen. Dus volgens mij strookt dat met elkaar. Ik vat samen, u heeft zich gehouden aan het eerder genomen besluit. Mag ik hem dan nog iets specifieker vragen? Want, ja, maar dat moet u eigenlijk doen, want anders wordt het voorwaardig. Ja, nou ja, als ik hem niet begrijp, begrijpen misschien meer mensen hem niet. Want er staat voor tijdelijke extra kosten om de mogelijke nadelige gevolgen voor cliënten tijdelijk op te vangen. En dan wordt er gerefereerd aan onduidelijkheid of onzekerheid met betrekking tot de jeugdzorg, de vergunninghouders en dergelijke. Dat suggereert dat het toch echt cliëntgebonden kosten zijn en dat het niet invoeringskosten zijn van een regeling. Ik zit me af te vragen of dat nou niet twee totaal verschillende dingen zijn. Wethouder van Leeuwen en nee, daar heeft u gelijk in. Dat wat u opnoemt, dat andere zaken zijn dan de kosten, de tijdelijke kosten van de invoering. Maar die zijn wel degelijk hier met deze raad besproken. Ook die tijdelijke inhuur van personeel behoort tot de mogelijkheden. En ik zou hem daarbij willen afronden, want we komen nu echt in de discussie die we al eerder gevoerd hebben, namelijk is gewoon op een ordentelijke manier het beleid uitgevoerd en is op een juiste wijze ook daar zijn er op een juiste wijze middelen aan toegekend. En ik hoor de wethouder zeggen, ja, dat is gebeurd. Ik kijk even verder. Vragen of opiniëren, voorzitter? Ik denk dat we langzaam maar zeker naar nu wel opiniëren toe mogen. Ik had het graag in één, dat denk ik wel. Ja. Meneer Royak, als ik nodig u uit. Nou ja, ik ben altijd een groot voorstander geweest van het nog een keer even verlengen. En om dan misschien een antwoord te geven op de heer Schuring. Ik denk dat wij als gemeente ons gelukkig kunnen prijzen met het gevoel dat een belangrijk deel van de invoering en de frictiekosten al voorbij zijn. Er zijn partijen die ik ken, gemeentes en grote zorginstellingen, die het hebben over 5 jaar. En dan is het helemaal nog niet zo raar om nog 1 jaartje eraan vast te plakken, zou ik zeggen. Dus dat kan ik van volle ondersteunen. En ik gun het CDA en de heer Uitslag in het bijzonder heel graag de eer voor het woordje vooralsnog. Maar dan moet hij ook de consequenties van de eventuele verwarring op zich nemen. Maar daar zie ik hem grootmoedig toe in staat. Anderen nog in de opinierende ronde? Behoefte om daar het woord te voeren? Is dat niet het geval? Meneer Kleinkoek. Ja, eigenlijk heel kort. Er is al heel veel over gezegd. U met uw opening bij dit agendastuk hebt u al even gememoreerd hoe we daar wat dat betreft tegenaan moeten kijken. Kunnen prima in vinden. En wij wachten ook af het plan Sociaal Domein, zodat het aan de Raad aangeboden wordt. En dan kunnen we daar verder over praten. En voor de rest is het eigenlijk conform zoals wij daar vanaf begin ingestoken hebben. We kunnen instemmen. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. Jaarrekening 2015. In Den Haag hebben ze het al zoveel bijltjes daar over dat soort onderwerpen. Van wat is er niet gerealiseerd en wat is niet goed gegaan. Dat doe ik niet. Dat doe ik ook niet vooralsnog. Dat doe ik gewoon niet. Maar ik wil wel eigenlijk namens de fractie de dank overbrengen aan het college voor de behaalde resultaten. Want het was wel het jaar van de decentralisaties en dat was geen eenvoudig jaar. Dat was veel onzeker. En als je dan toch op deze manier de jaarrekening kunt afsluiten, dan is dat ook denk ik iets om toch goed op terug te kijken. En dat willen we wel graag overbrengen. Al is het dan bijna een jaar na dato.
Daar zit dan misschien ook wel het enige pijnpunt op dit moment. Maar dat is dan een ander moment om daarover te spreken. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Ramon. Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de heer Nijkamp van de ChristenUnie. En de rest komt in het vervolg aan de orde. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, ik sluit me daar ook graag bij aan. Het was inderdaad een weerbarstig proces en uit allerlei redenen. En die lagen soms binnen en soms buiten dit huis. Maar uiteindelijk zijn we dan kennelijk toch goed uitgekomen. Dat is, denk ik, een goede zaak. Voor het overige denk ik dat, we hebben net lang, ik heb de discussie aangehoord over die port decentralisatie. Daar kunnen we het heel lang over hebben. Het zal er uiteindelijk om gaan hoe we het geld gaan besteden en niet alleen hoe we de reserve opbouwen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het vervolg daarop. Dank u wel. Ja, meneer Schuren nog? Ik sluit me er nadeloos mee. Dat is fijn, want meneer Nijkamp heeft natuurlijk volkomen gelijk. Als we ruim een jaar geleden geweten hadden dat dit het resultaat zou zijn, dan hadden we er heel wat rustiger bij gezeten. Er was zeer zeker sprake van een hoge mate van onzekerheid. En ik ben blij met het resultaat. Wethouder Van Leeuwen, voor u het laatste woord. Ja, één kleine opmerking, want ik denk niet dat de heer Wildvank het zo bedoelde. Ik hecht er toch aan om het even te zeggen dat er op geen enkel moment een tekortkoming hier binnen het huis is geweest. Dus de redenen hebben altijd buiten ons gelegen. En dat is ook als zodanig door de accountant erkend, zelfs naar de provincie toe. Dus het lag niet hier binnen. Ik bevestig graag de opmerking van de heer Van Leeuw. En dat gezegd hebbende zou ik dit onderwerp willen afsluiten, want anders gaan we toch nog naar die evaluatie toe. En dat zou ik eigenlijk niet willen. Ik ga hem voorlezen. Agenda punt 10, jaarrekening 2015, een accountantsverklaring. Voorstel in aanvulling op het besluit van de Raad op 30 mei jongstleden en 11 juli jongstleden de definitieve jaarrekening 2015, inclusief accountantsverklaring, vast te stellen. Jaarrekening is ongewijzigd ten opzichte van 11 juli. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen van de accountant, gelet op de eerder besluitvorming, waar reeds het rekeningresultaat van 1.253.977 is bestemd, een deel her te bestemmen, een bedrag van 396.200. 3 euro niet vooralsnog te storten in de reserve decentralisatie, maar te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. En 4, de reserve decentralisatie voor te zetten tot en met 31 december 2017. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dat doet u allemaal. En daarmee is die met algemene stemmen aangenomen. Dank u vriendelijk. Zoals ik al zei, een jaar geleden had ik ervoor getekend. Agenda punt 11. 14e herziening bestemmingsplan Leemlaveld. En die komt volgens mij rechtstreeks aan de raad. Er zijn geen zienswijzes over ingediend. Bespreking in 2 ronden. Eventuele vragen eerst graag en daarna opinierend. Dus wie heeft nog vragen? Meneer Rooijakkers, D66. Ja, ik heb vragen over zaken die samenhangen met akoestisch onderzoek en met de consequenties van de grenswaarde aan de woning en in de woning. En mijn vraag is heel concreet de volgende. Er zijn zaken genoemd die te maken hebben met door de gemeente moeilijk beïnvloedbare zaken. Namelijk, de provincie zou de weg N348 ten hoogte van Leemlaveld kunnen afwaarderen tot een 70 kilometer weg. Maar er is aan de andere kant ook sprake van dat er op dit moment tijdelijk 80 gereden wordt in plaats van de bedoelde 100. Hoe zeker is het college van de toekomst met betrekking tot de snelheid waarop de hoogte van Leemlaveld op deze weg gereden kan worden? Meneer Nijburg, Christus, deze vraag inspireert u. Ja, die inspireert zeker. Ik heb anderhalve vraag. En er zit meteen een stukje opinie in, dus ik wil het toch in elkaar over laten lopen. Ik sluit in de eerste plaats aan bij de vraag van de heer Rooijakkers. Ik had precies dezelfde vraag. Tijdelijk afgewaardeerd tot 80. Plannen om naar 70 te gaan, ja, hoe zeker en hoe concreet is dat? En kan dat ook misschien nog naar 100? Ja, goed, dat is maar de vraag. En wat gebeurt er dan? En die woningen zijn op dit moment aanvaardbaar, ja, gemaakt door die maatregelen. En de tweede, dat is ja, een opmerking, een vraag. Opnieuw wordt er een stukje groen als inbreidingslocatie volgebouwd.
Er zijn allerlei argumenten voor te bedenken. Het sluit aan, het past mooi, het is momenteel goed inpasbaar, nou ja, enzovoorts. Wij vragen ons af, ja, moet je dat wel willen? Maar dat is meer een vraag aan ons allemaal. En wij willen het elke keer maar weer noemen. Moeten alle inbreidingslocaties vol? Al begrijpen we dat in dit geval wel. Maar toch. Stelt het ook als een principiële vraag. Anderen nog? Ook naar de wethouder toe? Wethouder Agricola. Ja, voorzitter. Om te beginnen met de vraag van de ChristenUnie. Ja, opnieuw wordt een stukje groen prijs gegeven. Het hele voorstel is een uitvloeisel of blik op het kanaal. Waarbij ook is aangegeven dat het wenselijk is dat dus dit lint bebouwd zou worden. Nou, dit is denk ik een invulling. Dus wat dat betreft bent u daar toen mee akkoord gegaan. Dit is een verdere uitwerking van wat toen door de raad is besloten. Doordat de weg tijdelijk is gegaan naar 80 in plaats van 100, plus extra geluidsweerde maatregelen aan de woningen, is dit mogelijk. Als u me vraagt hoe het naar de toekomst gaat, wordt het 70 of wordt het 100? Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik kijk even naar mijn rechterbuurman die verkeer in zijn portefeuille heeft, die druk bezig is met onder andere 348. Ik zou vragen of hij u daar iets meer over zou kunnen vertellen. En de vraag van de heer Royks was diezelfde vraag. Meneer Van Leeuwen, dit is voor u een verrassing, denk ik, maar misschien kunt u er nog iets over. Ja, nou, de laatste besprekingen die we gehad hebben met de provincie, is er op dit moment geen enkele sprake meer van 100 kilometer ter plekke. En of het dan 70 of 80 wordt, dat durf ik u nu niet te zeggen. Maar het beeld van 100, dat is verlaten. Is dat voldoende, meneer Royakkers? Nou, wat de provincie betreft, en met toezeggingen over wegen, is dat voor mij alleszins onvoldoende. Want ik heb zeer slechte ervaringen met de provincie. Ik vind ze volstrekt onbetrouwbaar wat dat betreft. En ik zou u toch willen aanbevelen om dat gewoon zwart op wit te hebben. Voor de bewoners van Leemelenveld en ook met name voor de mensen die in dit huis, dit soort huizen gaan wonen. In het vertrouwen dat het zo gaat gebeuren. Want die kunnen later niks meer. Want u hebt al gezegd, het scherm kan niet en dit kan niet en zus kan niet. Maar ik zou toch wel aanbevelen om dat even op een juridisch verantwoorde wijze vast te leggen. Dat de provincie er echt niet meer onderuit kan. Meneer Nijberg? De vraag is natuurlijk, wie zet nu wie vast? Zet de gemeente de provincie vast of de provincie de gemeente of de bewoners? Ja, dat vragen we ons af. Meneer Van Leeuwen, wie zet wie vast? Voorzitter, ik kom nu in een discussie waar ik eigenlijk helemaal niet in wil zitten. Want ik heb gezegd wat ik weet en that's it. En dat de heer Royakkers vanuit zijn persoonlijke beleving weinig vertrouwen heeft in dit soort besluiten van de provincie, dat kan ik me goed voorstellen. Ik geef alleen weer wat ik het laatste jaar uit de besprekingen met de provincie heb begrepen. Wethouder Agricola. Wat de provincie betreft kan ik geen uitspraken doen. Dit was een mogelijkheid om te kunnen doen wat we gaan doen in combinatie met extra geluidsweerdere maatregelen. En op basis daarvan is het voorstel gemaakt. En de mensen die dat ooit die kabel gaan kopen, is het ook bekend. De vraag van de heer Nijberg was ook een beetje, geloof ik, maar ik weet niet of ik de heer Nijberg goed begrepen heb. Dat als je dit nu vaststelt, dat je daarmee ook niet de provincie als het ware dwingt om binnen de kaders te blijven die dit bestemmingsplan ook vanuit milieu- en geluidstechnische overwegingen de facto stelt. Dus als je er een huis bouwt, mag je dan überhaupt dan nog wel een 100 kilometer weg neerleggen? En uw suggestie, meneer Nijburg, was, zou het zo kunnen zijn dat dat dan überhaupt niet meer kan? Voorzitter. Is dat uw vraag? Oké. Okay. Voorzitter, meneer, ik denk dat het zo is dat het nog steeds een 100 kilometer weg is formeel. Alleen dat die tijdelijk is afgewaardeerd. Okay. Dat punt nog even, meneer. Misschien iemand daar iets over kan zeggen. Tijdelijk afgewaardeerd naar 80. Nou, als je verder ziet, er staan op de 348 huizen dichter op de weg dan deze huizen komen. Goed, we krijgen geen duidelijkheid op dit punt. Het enige wat ik wel wil toezeggen, voorzitter, is dat ik in de gesprekken die we hebben vanuit verkeer
met de provincie dat wij deze problematiek zeer duidelijk meenemen en helder maken dat het vanuit het oogpunt van de bewoners van Lemelenveld uitermate onwenselijk is om van 80 weer terug te gaan naar 100. En dat wij als gemeente ons op dit standpunt stellen. Maar dat is wat ik kan toezeggen. En ik heb het gevoel dat u daarmee ook de gevoelens van de raad weergeeft. Kijk even rond. En dat doet u daarmee ook. Oké. Okay. Dus de gemeente in de brede zin, dat is niet alleen maar het college, maar dat is ook de opvatting van de raad. Oké, okay, dan hebben we dat gehoord. Dan wil ik toch naar de opinierende ronde toe. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Even aansluiten bij de discussie van net hiervoor. Wij hebben ons niet in die discussie gemengd. Wij zien het probleem ook niet zo. De geplande woningen die komen, zoals wethouder Agricola net ook al even tussen de regels aangaf, komen zeker niet dichterbij de provinciale weg als de Nieuwbouwwijk, waar we met z'n allen al ja tegen gezegd hebben, iets verderop aan de Tilsense dijk, iets voorbij het evenemententerrein. Het is niet van invloed op bestaande woningen of zo. Het zijn nieuwe woningen. Mensen kiezen er inderdaad daar zelf voor. Dus wij zien het probleem niet zo. We zouden zelfs er moeite mee hebben als dit reden zou zijn dat het proces opgehouden zou worden. Want wij vinden dat de koppeling gewoon een mooi project is. Het koppelt enerzijds de oude woonkern aan de nieuwe. Het koppelt het centrum van Lemelenveld aan de nieuwe landen. Het is een mooie invulling van een stukje van de plannen van de blik op het kanaal, de kanalenvisie. En daarnaast winnen we ook nog een stukje veiligheid. Het erkende lastige punt, hoek, Kanaaldijk Noord, Vilsense Dijk, zit meegenomen in de plannen. Bij de herinrichting van de tuin daar wordt rekening gehouden met verbetering van de verkeersveiligheid daar. Dus wij zijn eigenlijk wel enthousiast over het plan. Dank u voorzitter. Gemeente Verlaan, meneer Jutte. Dank u wel, voorzitter. Het is altijd gevaarlijk om te zeggen van horen zeggen, maar ik heb begrepen dat de weg afgewaardeerd wordt tussen de beide verkeersregelinstallaties tot 70 km per uur. Dus mijn informatie. Dus wat dat betreft is dat ook voor ons geen probleem. Ik sluit me bij de woorden van de heer Lochtenberg aan dat het een prachtig plan is. Mooie koppeling van de beide kanten van het kanaal. Blik op het kanaal, wordt allemaal beter. Ik ben er vandaag alweer doorgereden en de hoek is inderdaad heel erg gevaarlijk. De kruising, dus ik ben blij dat dat ook aangepakt wordt. Past mooi bij elkaar, dus we kunnen met het voorstel instemmen. Dank u wel. U bedankt. Meneer Nijburg. Ja, voorzitter, het feit dat wij een kritische vraag stellen wil niet zeggen dat wij tegen het plan de koppeling zijn. We zijn voor het plan. Ik kijk nog even naar rechts. Meneer Schuring, VVD. Het past in de kanalenvisie. Zoals iedereen al zei, er zijn ook geen zienswijzers ingediend. Dus geen reden om tegen te stemmen. Ik vind het ook een mooi plan. Ik heb alleen mijn vragen bij de akoestiek. En dan is het wel belangrijk dat het een nieuwe ontwikkeling is. Want dat is alleen maar iets waar op getoetst wordt en niet op bestaande woningen. Dus vandaar mijn vraag. Helder, meneer Royak, D66. Meneer Wildfank, tot slot. Ja, we hebben er verder geen vragen of opmerkingen op gesteld. Die hebben we in de commissie gedaan. Wat ons betreft prima plan. Nou, dan ga ik hem in bestemming brengen als dat goed is. Komt hij in beeld. 14e herziening bestemmingsplan Lemelenveld de koppeling. Voorstel de 14e herziening bestemmingsplan enzovoorts de koppeling. Langs elektronische weg in een analoge vorm vast te stellen. 2. Het beeldkwaliteit en erfinrichtingsplan de koppeling vast te stellen. Als invulling van de gebiedsgerichte criteria. Uit de welstandsnota 2014 wat betreft dit plangebied. En 3. Tot slot geen exploitatieplan vast te stellen. Wie gaat ermee akkoord? Dat doet iedereen. En is hier met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 12. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD. Het voorstel komt rechtstreeks in de raad. Wij gingen ervan uit dat het een technisch voorstel was. Maar misschien is dat niet zo. Dan ga ik dat nu horen. Wie van u heeft vragen, opmerkingen, opinieert, mag allemaal in één keer? Niemand? Nou, dan ga ik hem gelijk in stemming brengen. Voorstel het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsland conform het voorstel van het algemeen bestuur.
van de GGD IJsland. Wie is het daarmee eens? En dat is iedereen. En dan is hij met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 13. Verordening en rechtsposities ambtsdragers. En ook dit voorstel komt rechtstreeks in de raad. En ik dacht dat dit ook een technisch voorstel was. Kijk even rond of je dat met me eens bent. Zijn er nog vragen? Opinierende behoeften? Niet? Ja. Mag ik hem gelijk stemmen? Eén vraag, voorzitter. Ja, meneer Nijkamp. Dat betreft de argumentatie onder punt 1.2. Betekent dat nou dat de gemeenteraad een taak krijgt in het kader van allerlei reiskosten en verblijfskosten van de wethouders? Is dat in algemene zin of is dat bijna in operationele zin, zoals je het ook kunt interpreteren? Ja. Het raadsvoorstel. Nee, maar volgens mij komt het erop neer dat de controle van de reiskosten voor de wethouders gedaan wordt door de secretaris en die van de raadsleden voor zover aan de orde door de griffier. En dat is de bestaande situatie. Daar verandert niks in. Dus het blijft zoals het was. Dat is niet wat er staat. Misschien is dat ook wel de reden van deze vraag. Hoe leest u het dan? Je kunt het interpreteren alsof de raad nu de zaken met betrekking tot woon-werkverkeer en dergelijke van wethouders moet gaan regelen. Maar nee, misschien heb ik het verkeerd gelezen. U bent bevoegd om dat te doen en ik stel voor om daar geen gebruik van te maken. Nee, dat doe je juist. Hè? Er staat ook het woordje alleen bij. Ja, dat doe jij even. Ik vraag aan de griffier om advies. Want volgens mij is dit echt exact zoals het nu is. En er verandert dus helemaal niets. Alleen maar, dat moet opnieuw besloten worden. Omdat de verordening als zodanig is gewijzigd. Dus, maar dat doen we dus hier. Dus dat deel van het besluit moet door u genomen worden. Ja, dus niet de bedoeling dat u zelf nieuwe verordeningen... Nee, het woordje alleen staat volgens mij niet op het feit dat... Nee. Dat het alleen de raad is, die bevoegd is voor van alles, maar dat de raad slechts bij de volgende punten vergoedingen kan toekennen. Klopt. Ja. Voorzitter, als ik mag aanvullen. Ja, graag. Dank u wel. De heer Rooijakkers heeft gelijk als hij stelt dat het woordje slechts misschien beter gekozen was geweest. Het is wel de raad die dit moet vaststellen in de verordening, omdat de raad daartoe bevoegd is. En in die zin is het... Een voortzetting van de verordening uit 2014. Dus op die aspecten vindt geen wijziging plaats, behalve als u daar behoefte aan heeft. Juist. En als u daar behoefte aan heeft, dan stel ik voor dat we het inhoudelijk gaan bespreken. Maar lijkt me dat verstandig om dat het presidium te doen. Wij zijn ervan uitgegaan dat we het allemaal gewoon laten zoals het is. En dat we niks interessants bedenken of verzinnen. Ja, maar zo is het gewoon. Dus... En daar kunt u van op aan, dat ik dit goed samenvat nu. Ik kijk even rond. Mag ik hem gewoon in stemming brengen? Voorstel de verordening rechtspositie wethouders, raads en commissieleden DAFS 2016 vast te stellen en de nieuwe verordening als bedoeld onder punt 1 op de gebruikelijke wijze bekend te maken aan de politieke ambtsdragers van de gemeente DAFS en te publiceren. Wie is het daarmee eens? Iedereen? Dan is het met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 14 en daarvan hadden we besloten dat die van de agenda afgaat en een keer terugkomt. En dan gaan we naar agenda punt 15, vaststellen van de besluitenlijsten. Zijn daar nog opmerkingen over gekomen? Mag ik ze gewoon vaststellen? Stel ik ze vast, die van 20 en 23 juni, voorjaarsnoten, 27 juni en 11 juli. Mag ik ze in één keer vaststellen? Ja? Dan ga ik naar agenda punt 16, ingekomen stukken en mededelingen. Wie van u heeft er de behoefte om daar opmerkingen over te maken, dan wel vragen over te stellen? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, één korte vraag op het punt van de brief van het cultuurhuis. Ik heb de brief gezien, ik heb ook even gezien waar daar het voorstel is. Ik zou toch graag op één moment, omdat het een puntje is wat wij ook wel belangrijk vinden, nog een keer terug horen hoe u daar in het overleg met het cultuurhuis uitgekomen bent, wat het resultaat daar is geweest. Onderwerp als zodanig staat in oktober op de agenda, hè? Toch?
Ja, nee, maar goed, maar uw vraag is dan, u wilt dan wel graag dat wethouder van tevoren gesproken heeft met de mozaïek. Dat is uw verzoek. Wethouder. Een terugkoppeling kan altijd, ja. Dat is geen enkel probleem. Daar vraagt u om. Ja, maar we moeten even kijken, want het gaat om het zorgspunt, dus we moeten even kijken hoe het precies gaat. Dat gesprek gaat plaatsvinden, kan ook ambtelijk zijn hoor, dat zeg ik er maar bij. En we koppelen terug, toch? Ja, zorgspunt is officieel van mij. Ja, de muziek is van jou. We koppelen terug en het gesprek vindt plaats. Die toezegging doe ik. Ja, misschien is dat het handigste. De griffier zegt hier, we betrekken de brief bij de behandeling van het agendapunt. Ik denk dat dat het beste is. En die toezegging doe ik. Oké, andere? Aanleiding van al die besluitenlijsten die we nu tegelijkertijd hebben goedgekeurd, viel het mij op dat er erg veel toezeggingen zijn gedaan. En ik hoop dat we dat binnenkort op de agenda krijgen. Ik wens het college daar veel sterkte toe. Aan de andere kant waren het natuurlijk wel 2 maanden inmiddels verstreken waarin allerlei acties hadden kunnen gepleegd worden. Ja, we hebben een, en dat kunnen de leden van de agendacommissie bevestigen, we hebben een geweldig systeem op dit moment waarin alle toezeggingen worden vastgelegd en ook de termijnen waarbinnen ze moeten worden nagekomen. En we zijn met forse achterstanden begonnen en we liggen op dit moment behoorlijk op schema. En ik hoor wat u zegt, er zijn veel toezeggingen gedaan, maar tot nu toe worden ze ook allemaal nagekomen. Hulde. Tot nu toe, zei ik. Dus dat is iedere keer onderwerp van gesprek tijdens de agendacommissie. Andere opmerkingen nog, naar aanleiding van de ingekomen stukken mededelingen? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, even, ik weet niet goed of ik denk me even aan u richt. Dat gaat over het inkomen stuk van de Ruts IJsseland. Die jongens die doen een jaarverslag over het afgelopen jaar. Dat lijkt allemaal heel goed ten aanzien van met name de directe plichtplegingen. Maar de specialistische projecten, taken, daar is net ruim de helft van gerealiseerd van wat men zich voorgenomen had. En kan ik me niet zo goed voorstellen wat er allemaal onder valt. Dus wellicht dat u daar even heel kort iets van kunt zeggen van hebben wij daar als gemeente nou last van? Ja, ik voel me gezegend door het feit dat wethouder Agricola verantwoordelijk is voor de RUD. Dus ik ga deze vraag lekker naar hem toe schuiven. Ja, die zijn specialistische taken. Wij spreken wat u heeft, moet je denken aan lucht en bodem en geluid. En daarbij nodig wordt dus dit ingehuurd via de RUD, mocht dat aan de orde zijn. De rest van de controles, met name, die waren in 2014, liepen die fors achter. En we hebben in 2015 laten zien dat we op schema zitten. En die zijn de laatste berichten die ik heb ontvangen, zitten we in 2016 ook op schema. Ja, dat was me duidelijk. Maar het gaat even om die specialistische dingetjes. Daarvan zeggen ze zelf dat ze 57% gerealiseerd hebben van wat ze van plan waren. En mijn vraag is, hebben we daar als gemeente dan last van? Dat ze dus blijkbaar een heleboel niet realiseren of niet kunnen realiseren. Daar mogen wij geen last van hebben. Dus in ieder geval, er wordt verwacht dat je een x-aantal uren daarvoor nodig hebt. Tot nu toe hebben 57% van die uren van die inspecties zijn geweest. En daar mag u op vertrouwen dat het ook niet meer is. Dus wat er uitgevoerd moet worden, wordt zeer zeker uitgevoerd. Want anders komen we ook in de kanaal met vergunningverlening en andere zaken die hebben te maken met het toezicht. Dus in de geest van de vergadering vat ik samen, vooralsnog hebben we daar geen last van. En zo moet het dan ook opgenomen worden, denk ik. Anderen nog? Nee? Klopt het dat ik bij agenda sluiting? Het is wat raars gebeurd tijdens deze vergadering. Want op een bepaald moment lagen we ineens. Het duurde heel lang voordat we op de traditionele vergadering uitkwamen. En toen lagen we ineens op een heel hoog tempo. Hè, helemaal niet geposeerd of niks. Dus ik heb ergens het gevoel dat we meer dan 2 uur zijn doorgegaan. Ik hoop niet dat ik u overvraagd heb. In ieder geval excuus daarvoor. Op een bepaald moment zat dat in de dynamiek van de vergadering, dus ik ben maar gewoon doorgelopen. Mag ik u bedanken voor uw inbreng. Het was een memorabele avond, moet ik zeggen, om meerdere redenen. En ik vind het nog steeds fijn werk om te doen. En ik hoop u ook. En zo gaan we door. Ik dank u voor uw inbreng en ik sluit de vergadering.